Hattie, voor we beginnen aan de Romeinen-podcast, ja, moeten wij toch nog vermelden, het Nerdland Festival komt eraan 3, 4 en 5 juni in Wachtebeke. En, ja, jij zit dat in elkaar aan het steken, dus vertel eens, wat is er allemaal te beleven? Goh, dat is onmogelijk, lieven. Er zijn meer dan 200 shows, acts, talks, workshops, crash courses. Voor iedereen wat, voor jong en oud, voor breed geïnteresseerd en zeer extreem nerdy. Ik zou zeggen, neem een kijkje op de website, want daar staat alles heel mooi op. Nerdlandfestival.be. Daar staat het boeketje wetenschap. Yes. En dus, wat is de bedoeling? Ja, wij hopen op een paar zonnige dagen. En je kunt gewoon langskomen. Festivalsfeer, grote open weide, veel verschillende standjes en tentjes. In sommige kunt je naar talks gaan kijken. Er zijn kindershows bij, er zijn demo's. Je kunt leren solderen. Ik heb al eens rondgekeken. Ik zag een talk over zwarte gaten staan. Ja. Maar evengoed eentje over hoe was dit landschap in de middeleeuwen precies te zien. Klopt. Eentje over videogames van Jeroen. Ja. Eentje over opvoeding. Hoeveel risico mag mijn kind of moet ik mijn kind laten lopen tijdens opvoeding? Het is echt een... Het hele scala en ja, het hele programma. Ik denk dat misschien is dat het beste plan. Ga gewoon naar het programma gaan kijken op nerdlandsfestival.be. Ja. Er zijn ook heel veel grote namen bij. Hè? Stijn Meuris, Henk Rijkaard, Begijn Le Bleu, noem maar op. Otto Jan Ham en Bart van Peer. En dan ook, Xander de Rijke. Voilà, Xander de Rijke over science in the movies. En dan vooral dinosaurusfilmen met de echte paleontoloog Koen Stijn, die daar ook bij zal zijn. Voilà, ga zeker naar de website. En wij hopen super hard dat wij jullie daar kunnen verwelkomen. Welkom in nerdlandfestival.be. Tot dan! Bom, 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 bom. Dit is niet wat het lijkt op het eerste gezicht. Bom, 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 bom. Dit is geen Nerdland, maar het overzicht. Bom, 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 bom. Maar wel een gratis extra aflevering. Dit is een Nerdland. Special! Een aanvulling. Met uw gastheer, Lieven Scheire. Oh yeah. Een goeiedag iedereen, welkom bij een Nerdland special. Een van onze thema-afleveringen. En het is eentje die eigenlijk al lang gepland stond. Peter, iedereen die de podcast beluistert, die weet dat jij al wel eens zeer enthousiast kan doen over de Romeinen. Mm-hmm. Dat klopt. Nerd. Ik heb nog iemand in mijn onmiddellijke vriendenkring die ook wel eens zeer enthousiast kan doen over de Romeinen. En dat is Jelle de Beulen hier aanwezig. Dus alles wat je zegt, zit je zelf. Ja, dat is waar. Nerd. Nee, dat is ziekelijk. Maar ik hoop dat jullie het ook als ereterm aanvaarden, maar de term Romeinen-nerd past wel op jullie, denk ik, hè? Ja, dus bij mij is het ook zo, mijn moment zo freaky of lichtziekelijk zelfs. Ja? Ja, ik vind dat wel. Geef eens een voorbeeld. Het is vaak op reis. We zijn al vaak op reis geweest. Ja. Als jullie te pech hebben dat er een Romeinse steen in de buurt ligt, moet ik hem gaan zien. Dat is waar. Ja. Want we gaan vaak naar Frankrijk en... Alles wat er in de buurt staat van Romeinse bouwwerken. Ik ben een Romein aangeweest, dan moet ik dat gaan zien. Oh, maar dat is dus... Jawel, ik volg Jelle ook. Is echt? Bij ons werden zelfs de vakanties zo wat ingepland van ja, we gaan daar, want daar zijn ruïnes. Dus daar wil ik zeker een keer gaan. Ik manipuleer mensen in die richting zonder dat ze het weten. Dat is iets anders. Ja. Ja. Dus effectief, we gaan regelmatig op vakantie met de vier gezinnen van Neveneffecten. En dan af en toe is Jelle kwijt. En dan vraag je aan Sylvia, waar is Jelle? Dan zeg je van, ja, die is vertrokken naar een of ander klein stadje in de buurt. En, van, ja, en wat is te gaan zien? Ja, iets wat naar Romein aan geweest, dat zeker. Ik heb wel het geluk dat mijn vrouw ook wel een beetje geïnteresseerd is in geschiedenis. Dus die krijg ik dan wel altijd mee. Maar de kinderen, dat is altijd zo van, allee, weer al. Maar ik weet ook, bij mijn vrouw is dat ook. Als je naar een amfitheater gaat of zo, waar gladiatoren gevochten hebben, dat is heel tastbaar en zichtbaar. Ja, maar ik kan echt soms naar een steen met zo'n wat gras over gaan kijken. Ja. En dan denk ik, je moet niet mee. Ik moet hier heel, heel veel vertellen om het een beetje leuk te krijgen. Dus dat... En wat voel je dan bij die steen? Maar het is dan het verhaal van wat er gebeurd is? Of dat... Dat is geschiedenis, dat heeft geen klote nut, maar dat is heel plezant. De vreugde en het plezier. En die zijn daar geweest. Dat is een beschaving geweest. Ja, het is de wetenschap dat die mensen daar hebben gestaan. Dat daar een gemeenschap was, dat daar dingen gebeurden. En ja... Ja, heeft geschiedenis nut? Ik denk zeker van wel. Maar het is voor velen van ons niet de reden waarom dat we ermee bezig zijn. En kijk, ik zal eventjes mijzelf ook al uit de kast komen als wat aan mijn relatie is met geschiedenis en dan de Romeinen. Mijn enthousiasme voor geschiedenis is de voorbije 2-3 jaar immens aangewakkerd door die Dan Carlin-podcast. Ja. Mm-hmm. En ik heb er al een paar keer heel enthousiast over gedaan in de Nerdland-podcast. Want dus Dan Carlin is een history fan, zegt hij zelf. Want hij wil zichzelf geen historicus noemen, want dan moet hij veel wetenschappelijker te werk gaan. En hij wil beleving over. Geschiedenis is een wetenschap, hè. Als je het goed doet, is het echt een wetenschap. Ja. Ah, wel, en hij zegt zelf ook...
af en toe zegt hij, you have to ask as the historian, the historians, want hij gaat een en al over beleving, over verhaal. En ik heb van hem de afleveringen Death Throes of the Republic gehoord. Eigenlijk de overgang van de Republiek naar het Keizerrijk. Ja, Julius Caesar eigenlijk, hè, en Augustus daarna. En oké, ik heb dus, laat ons zeggen, 10 jaar geschiedenislessen gehad op school. Ik heb 2 jaar Latijn gedaan en ik heb pas een beeld gekregen, van... En dan nog maar een beginneke, hè, maar een beginneke van Romeinse... De psychologie van de machthebbers toen, het politieke spel, de militaire bewegingen. Voor mij, voordat ik luisterde naar die Dan Carlin-podcasts, en dat is ook mijn eigen schuld, maar voordat ik daar naar begon te luisteren, was voor mij geschiedenis en Romeinse tijd iets heel sec. En ging dat over namen van machthebbers en jaartallen. En toen gebeurde dat en toen gebeurde maar dat. Maar zo werd het dan vroeger ook gegeven. Hè? En wat ik eigenlijk nu het interessante vind in de afgelopen jaren, die evolutie die voor mij persoonlijk dan is geweest, is, je leest tegenwoordig oké, al die nieuwe publicaties die uitkomen. En je merkt dat het beeld of de manier waarop aan geschiedenis wordt gedaan, dat, zeker naar Romeinen toe. Ik weet niet of jij dat ook vindt, Jelle, maar voor mij is dat volledig veranderd. Vroeger was dat zo een ideaalbeeld. Zo, de Romeinen, dat waren de groei en de Galliërs, en de Germanen. Okay. Zo. Dat waren de diamantantrikken die de Romeinen de ganze tijd zaten lastig te vallen met opstanden en wat is dat allemaal. Het was een soort idolatrie eigenlijk. Ja, en je merkt, en ik heb dat onlangs nog ergens gelezen in een boek, en ik denk dat zelfs Dan Carlin daar ook een opmerking over gemaakt heeft van... Dat was vroeger zo de manier waarop de Romeinen werden bekeken, ook door de echte historici. Ja. De academische kant ook. Ja, dus zo van, 19e-eeuwse visie. Ja, zo vooral die 19e-eeuwse visie, klopt. En nu is dat helemaal gewisseld. Daar wordt veel meer gekeken naar van, oké, hoe leeft een gewone Romein? Wat doen die? Ja. Daar is bijvoorbeeld een Nederlandse onderzoekster die niks anders heeft gedaan dan alleen maar Romeinse wc's bestuderen. Huh? En ik vind dat ongelooflijk boeiend dat je je daarmee kunt bezighouden. Van de week zag ik ergens een documentaire, ik denk dat het op Canvas was, dat was iemand die hield zich bezig met ziekte en epidemieën in het Romeins Rijk. En dan gaat dat over de hygiëne in badhuizen. Dan denk ik van, ah ja, natuurlijk, dat klinkt allemaal heel logisch. Ja. Maar vroeger was dat, wat krijg je in school? Dan krijg je inderdaad datums en veldslagen en heel die geopolitiek. Heel schematische geschiedenis. Ja, en kaarten, gewone kaarten met pijlen. En dan laat mij gerust. Hè. Wel, en Dan Carlin heeft het ooit, en ik ga stoppen met dwepen met Dan Carlin, hè, maar hij heeft het ooit omschreven als in de geschiedenis ziet hij ergens, en ik denk dat net voor de persen is, ziet hij in de geschiedschrijving, dus echt de bronnen van toen, noemt hij het de overgang van zwart-wit tv naar kleurend tv. En met zwart-wit tv bedoelt hij eigenlijk bijna administratieve verslagen van deze veldheer is met zoveel soldaten naar daar getrokken, heeft dat veroverd, enzovoort. En voor hem zit een overslag in het moment dat je biografen hebt en autobiografen die veel meer ook dagelijks leven daarin stoppen en ook een beetje intriges en jaloezieën en er zo wat de menselijke kant. En ik heb in het middelbaar geschiedenis in zwart-wit gekregen, vind ik zelf. Ja, ik ook. Wij ook. De feitelijkheden en de data en de namen en de oorzaak voilà, en niet de psychologie, want dat vind ik heel fascinerend aan die periode. Ik heb ook Latijn gedaan, uitgedaan. Het was oké, dus mijn fascinatie is daar niet ontstaan. Pas bij de HBO-reeks Rome, terug besef van, wacht een keer, maar... Ja, omdat dan, maar dat is het eigenlijk, in geschiedenis gekregen, feitelijk en factual. En dan het verhaal. Dus jij bent ook een fan van de serie? Ongelooflijk. Ah, ja, en van die periode, specifiek die periode, die Dan Carlin dan in de Death Throes of the Republic beschrijft. En dat is heel fascinerend, dat mafieuze en al die figuren. En wat ik heel ongelooflijk fascinerend vind, is dat veel... Kijk hier hoe dat je zijn geschriften nog hebt. Ja. Je hebt bijna zijn boekhouding, je hebt hoe dat hem reageert op de dood van zijn dochter. Ja. Maar je hebt ook briefwisseling tussen hem en Brutus. Dat gaat over van, een daar in klein Turkije moet mij nog schulden bij mij. Ja, ja. Dat is zo heel concreet en heel tastbaar. Ja. En die mensen, je kent die kijk hier ook als een bekende. Een beetje een half laffen patserige dude. Ik ben de Catilinarische redenvoering aan het lezen tegen Catilina. En dat die zelf toe van die grootsprakerigheid, dat zie mij hier de consul zijn. Je komt heel dicht bij
bij de ster van die tijd. Hè. En de periode die HBO Rome beschrijft is Julius Caesar, Marcus Antonius, Cleopatra, Cicero, Augustus, Brutus. Al die klinkende namen die gewoon nu een lijstje zijn. Ik noem ze op als lijstje. Maar die dacht mensen worden. Ja, ja. Dat is zo fascinerend. In de reeks wordt Cicero als zo'n een half zachte, een beetje lafhartige... En ook zo een beetje een opportunist die zo probeert te kijken. Zo van, wie is het winnende kamp? Dan ga ik me daarbij aanschurken. Dan is wat de Romeinse politiek ook altijd was. Niet echt partijen. Er waren individuele machtsverhoudingen die verschoven constant. Ja. Maar eigenlijk hetgeen dat ik meekrijg uit die podcast dan, die Hardcore History van Dan Carlin, hetgeen dat ik daaruit meekrijg, dat is iets wat jij eigenlijk veel meer zelf gedaan heeft. Ik luister naar het verslag van een Dan Carlin die alle boeken gelezen heeft en daar een psychologisch beeld uit krijgt. Maar jij zit op reis ook. Zit jij zelf door die hedendaagse publicaties en je leest ook de vertalingen van de originele, denk ik. Hè? Zo, die redenvoeringen. Ah, wel, redenvoeringen ben ik nu aan het lezen. Ja. Dat is ook heel plezant. Dat is lang geleden. Dan gaat heel in de diepte daarin. Ja. Maar dan krijg je dat psychologisch beeld. En inderdaad, in de middelbare school, het is waarschijnlijk zelfs niet echt verantwoord, alhoewel, ik vind van wel. Maar een leerkracht zal zich misschien wat geremd voelen om te gaan zeggen, die Cicero was wel een halve laffen patser. Een leraar zegt van, Caesar kwam dan in 54, weet ik veel, bij de Averni binnen en die sloeg die daar dood en dat was Galli veroverd. Dan Carlin zegt, when Caesar entered the land of the Averni, and then he took a sword and he ran. He ran to the city himself. Yeah. Imagine this. Wel, heel imagine people. Je krijgt een film. That Joe Biden himself is running there with his sword. Dat is Dan Carlin's style eigenlijk. In Gaul. Ik vind het heel knap zo als je. Ik heb tot nu toe alleen nog maar die aflevering gehoord over eigenlijk de verovering van Gallië. Eigenlijk de Bello-Gallico. Celtic Holocaust. De Celtic Holocaust, En dat hij begint van, wat was het je bereid om op te offeren voor uw vrijheid? Zo, dat idee, daar vertrekt hij van. En dat vond ik eigenlijk heel chic. Zo. Maar hij vertelt film, hij pakt een thema en hij behandelt het zo. En dat want hij heeft nu vele jaren ervan. Ik verschoot ervan hoe lang dat hij al bezig is, hoe lang dat die reeks al loopt. Ja, hij maakt er ook maar 2 of 3 op een jaar, omdat ze zo rot geresearched zijn dat het niet sneller gaat. Maar zijn introducties, er zijn 2 dingen typisch. Namelijk, bijvoorbeeld, hij wil zijn laatste verhalenreeks, hij wil iets vertellen over de Pacific Theater in Wereldoorlog 2. Dus hij wil iets vertellen over Japan, Amerika, de strijd. En dan zegt hij zelf van ik begin het aan te researchen. Zeg van je kunt daar eigenlijk niet aan beginnen zonder dat je weet wat er tussen Japan en China gebeurde vlak daarvoor. En eigenlijk om dat te snappen moet je ook een beetje naar koloniale spanningen en koloniale aanwezigheid in. Ja, en dan moet je eigenlijk terug naar het feodaal Japan. En dus dan, alleen maar voor Wereldoorlog 2, begint hij zijn eerste aflevering met de samurai en de eermaatschappij. Dus dat doet hij typisch, maar zijn intro's zijn inderdaad geniaal. En dus bij de Celtic Holocaust begint hij over, hij stelt gewoon de vraag aan de luisteraar, waar zouden voor sterven? Ja. En inderdaad, als je dat afvraagt, het lijstje is kort, hè? Je kunt zeggen, voor uw kinders waarschijnlijk. En dan voor uw land. Goh. Mm. Vandaag de dag, ik weet niet. Voor uw godsdienst, heb ik niet meer. En dus vanuit die psychologie vertrekt hij. En hij doet net hetzelfde bij het begin van zijn podcast van Death Throes of the Republic. Dus is geniaal, dat is een filmscène. Ja, absoluut. I want you to imagine, ik ken hem bijna van buiten, denk ik. I want you to imagine the house where you grew up. But there's an extra room there. And it's filled with masks. Wax masks of your ancestors. The ancestry room. En dus hij installeert daar dat idee dat je groot wordt als, ik neem aan dat dat niet voor de arbeidersklasse zal zijn in Rome. Nee, dat was voor de magistraten. De patriciërs en de equistri. De ridders. Ja, voilà. Ja, een kamer in huis met eigenlijk een stamboom aan de muur, maar dan echt met de dode maskers van uw voorouders. En van elke voorouder wist je de verhalen, de verwezenlijkingen, de machtspositie dat die bereikt hadden. En dus hij installeert daar dat idee, je wordt groot vanaf uw kleutertijd met ambitie. Maar, en dat vind ik dan heel typerend, en dat is ook iets wat ik pas later heb geleerd, dat hetgene is wat bij de
bij de Romeinen belangrijk was. Het was niet zozeer van hoe goed zijt jij? Nee, nee, hoe goed waren uw voorouders? En jij teert op het succes van degene die voorgekomen zijn. Maar je moet dat ook waarmaken. Ja, dat moet je natuurlijk wel waarmaken. Maar je krijgt op voorhand al die voorsprong. Ja. Hè? Want uw pa was consul en uw grootvader was praetor geweest, bla bla bla. Wat dat jij kunt en wat dat jij wilt, is op dat moment, als je start, eigenlijk niet van belang. Het is dat wat uw ouders en uw grootouders en uw voorouders allemaal gedaan hebben. Wat maakt dat jij een bepaalde positie op die ladder krijgt? En je krijgt dan meer of minder kansen. Ja, de eerste sporen van Romeinse beschaving of ja, bewoning daar in Rome van die cultuur 1000 voor Christus, wordt dan vanaf 600 voor Christus, zeggen ze van ja, het is de koningentijd. Mm-hmm. Dus toen hadden echt ja, koningen, heersers. Daar hadden ze dan slechte ervaringen mee. Er was daar, ja, zoals het altijd. Er was een MeToo-kwestie met de Tarquinius. Die hebben ze buiten geschot. En dan spreken we 500 voor Christus. Hè. Ja, zoiets, ja. Dus je hebt een koning waarvan dat ze zeggen van... Oké, het is goed geweest. Ja, dat soort zottigheid moeten we niet meer. En dan krijgen ze dus 500 voor Christus... krijgen ze, wij gaan een keer zonder koningen. Wij gaan een keer republiekske doen. Checks and balances. Voilà. En dan krijg je... De opbouw van een geweldig complex systeem waarin de machthebber zich altijd door het volk verkozen is, zich moet verantwoorden, van zijn stoel kan vallen, er terug opgezet kan worden. Maar het is ook wel een beetje dat spel van intrige en machtsstrijd dat ze zowel proberen reguleren als tegengaan, dat er dan ook een beetje voor zorgt in 50 voor Christus dat je een Julius Caesar krijgt die dat heel slim bespeelt en dan toch weer overgaat naar... keizerrijken. Hè? Ja, ja, ja. Dus de republiek wordt verspeeld. Vandaar ook die podcast afleveringen met de titel Death Throes of the Republic van Dan Carlin. De republiek gaat over in de keizerrijken. En eigenlijk alles wat daarna komt, dan heb je die opeenvolging van keizers. En dan begint, vind ik het, ja, voor mij minder interessante deel. Met... Als de christenen erbij komen, is dat een klote. Ja, zoals gewoonlijk. Dan moet ik niet interesseren wel een beetje. Ik dat in het parlement ook niet boven de mee. Dan ben ik mijn voordeur thuis. Maar dus, ik denk, zuiver voor mijzelf sprekende... en ik ben uiteraard van ons drieën die er absoluut het minst van weet... maar zuiver voor mijzelf sprekende... Punische oorlogen, razend interessant... overgang van republiek naar keizerrijk, razend interessant... en alles wat daartussen zit. En ervoor en daarna... is voor mij niet de kern van de zaak. Ik heb bij mij is 100 voor 100 na. Dat is eigenlijk 100 voor Christus. Wanneer dat echt het geklooi begint, waar dat je de Gracchi die worden vermoord. Ja, waar dan Marius en Sulla. Ja, Marius en Sulla. Waar bij de hele burgeroorlog ontstaat. Waar je voelt van dat systeem is zodanig groot aan het worden. Je kunt dat niet meer aan. Nee. En het systeem is eigenlijk zelfvernietigend door inderdaad die voorouder-maskers die daar hangen, die gierende ambitie van die mensen. Maar je wordt gepusht psychologisch van als je kind zit van ga naar boven, word de man. En dan moet je elkaar altijd naar beneden blijven. Ja, ja. Die krabbe man, dat is, die politiek is ongelooflijk. Ja. En dat moest imploderen, dat ging imploderen. Het is gebeurd en daarna... Ik vond die periode ook altijd minder interessant, maar ik ben er mij dan toch wel gaan in verdiepen. Omdat... ja, het was allemaal al op, ik wist de rest al, bij wijze van spreken. En dan, die keizers zijn ook wel heel fascinerend. Ze tot 100, tot als je Marcus Aurelius hebt gehad. Ja, ja. En dan, Adrianus en zo, de Vespasianus en die mannen die zijn ook heel cool. Want je begint dan van Caesar zelf, die dan zichzelf uitroept tot keizer... wordt vermoord en dan is... Technisch gezien niet, maar we gaan een paar techniciteiten overslaan. Maar... dat ging ik er dat ging ja, want ik er denk nog... dat je ook niet mag zeggen, dat, want ridders was ook fout. Dat eigenlijk, volgens mij heeft een ridder geen magistraatsambt. Mensen moeten ons maar corrigeren. Is ik wel? Ging dat er... Die hebben dat wel gehad. Ik ging dat er net bij zeggen. Wij zijn alle drie liefhebbers. Ik ben zelfs een complete beginner. Hè? Dus uiteraard gaan wij af en toe dingen... te simpel voorstellen of misschien helemaal niet technisch juist zeggen. Laat ons dat weten. Dat is geen enkel probleem. Wij maken sowieso show notes van de aflevering met de dingen waarover dat we het hebben op maandoverzicht.nerdland.be. En laat het ons weten, dan zetten we er de correcties bij in onze show notes. Want het ging nu over de ridders. Enfin, het heeft een betere naam dan dat. Maar je hebt dan... Dus je hebt eigenlijk de patriciërs. De vroegere grondbezitters. Ja, en dat waren de senatoren dan. Ja, hè? Voilà. En dan de adel eigenlijk. De equites. Ja. Ik denk dat Caesar daartoe behoorde. Nee. Caesar was een echte patriciër. Ja. Hij was van adel, hij was van verarmde adel. Maar dus de equites
volgens dat ik het beschreven gehoord... Voilà, dat was de handel. De hoge middenstand. Dus, de mensen die handel drijven en die kopen en verkopen. En de patriciërs keken daarop neer, want zij vonden dat echte rijkdom uit grondbezit kwam. Ja, senatoren mochten officieel ook geen handel drijven. Nee. Ah ja, voilà. Ja. Dus echte rijkdom kwam uit grondbezit. En zo dat handelen, dat was dan eigenlijk de rijke middenklas. Maar een beetje gelijk dat je het nu ziet in de wereld, het grote geld dat vroeger bij de adel en misschien de industriëlen zat, is nu bij de start-ups, de rijkste mensen van de wereld, komen niet uit rijke afstammingen. Die hebben het zelf een beetje samen gehandeld. Eigenlijk, dan daaronder hadden de arbeidersklasse, de plebeiers. Maar steeggenomen zijn de Equitas ook plebeiers. En dan onderaan de slaven, dat waren een beetje de vier kasten dan. Ja. Kikkero is een goed voorbeeld. Hij is een homo novus, een nieuwe man. Dus de man die het zelf gemaakt heeft, die geen voorouder-maskers had, bij wijze van spreken, omdat er geen magistraatsambten waren is bij zijn voorouders. Okay. En dat was er natuurlijk enorm fier en enorm patserig over. De eerste van zijn familie die als consul. Twee keer zelf, denk ik, consul geweest, dat ik me niet vergis. Ja. Dus dat kan wel. Dus dat was de grote verdienste. Dus je kon wel uit de ridderklasse opklimmen tot senator. Hè. Ja. En nadat de consul was, dan was hem officieel ook... hoorde dan ook tot senaat, of zelfs al vroeger waarschijnlijk. Denk af als je praetor geweest bent. Als je praetor bent, zit je van de cursus honorum, dus de typische ladder die je moest afleggen. Je denkt gewoon als quaestor, censor, praetor. Ja. Nee, censor eerst. Dus de technische tijd moeten ze dat maar aanvullen. En dan praetor en dan consul, ja. De kern daarvan is, eigenlijk groeide op als je tot die klasse behoort en als je ambitie hebt in de politiek, eigenlijk groeide op met een soort race naar de top, waarvan dat je weet, je begint met veel en onderweg vallen eraf. Het is ook een zero-sum game, dus door een andere weg te stampen, kom je zelf weer hoger. Waarin dat ook, en ik heb het nu voornamelijk over de einde van de republiektijden, waarin dat ook militaire successen u geweldig veel aanzien gaven. Absoluut. Maar wat mij daar echt in verbijsterd heeft ook, dat verslag heb ik dan twee of drie keer gekregen, van grote veroveraars, zoals Caesar en dan Pompeius Maximus. Ja, ja. En dan in de Punische oorlogen... Scipio. Ja, voilà. Dat die een immense militaire campagne voeren, met een groot succes terug naar Rome komen. En vanaf dat die terug binnenstappen in die Romeinse machtsstrijd, dat die onmiddellijk dat er aan alle kanten aan de poten van een terug stoel beneden, gezaagd wordt. Dat is het systeem. Moest u terug naar beneden trekken? Een zodanige concurrent dat iedereen het op u gemunt had. En de frustratie bij Pompeius Maximus onder andere... Ja, hij was geen politicus. Hij was een politieke zijde. Dat was ja, en ook bij Scipio, die was het, hè? Van de Punische oorlog. Die frustratie van... Ik heb hier mijn leven op het spel gezet. Ik heb een geniale militaire campagne gevoerd. Je komt van een strijdtoneel waar je eigenlijk een halfgod bent. En je komt terug in die krabbenmand. En iedereen is weer achter je rug. Ja. Intriges aan het uithalen. Dat is de reden waarom dat de burgeroorlog begonnen is tussen Keizer en Pompeius. Hij moest terugkomen. Zijn mandaat was afgelopen in Gallië. Hij had er 10 jaar gevochten. Ja. Heel Gallië veroverd. Een gigantisch stuk op die kaart dat er plots bij komt. En dan zeggen ze, oké, kom jij maar terug. En je weet, hij gaat vervolgd worden. Want hij heeft altijd, om aan de macht te geraken, om consul te worden, heeft hij ook... fishy dingen moeten doen. Hij heeft zijn mede-consul ook op het forum met in trek over zijn kop gegoten, dat hij niet meer buiten kwam. Het jaar waarin Keizer consul was. Waarom leren we dat niet kinderachtig? Keizer heeft onder andere in zijn machtsstrijd een emmer drek over in zijn kop gesmeed. Het jaar werd altijd genoemd naar de twee zittende consuls. Dus niet 49 voor Christus, want dat wisten ze toen nog niet. Nee. Maar wel het jaar van Keizer en Bibulus. Ja, bijvoorbeeld. Zijn consul schap werd genoemd het jaar van Julius en Keizer. Omdat Bibulus gewoon uit protest binnenbleef en niks meer deed. Ja. Maar na 10 jaar in de oorlog in Gallië wist hij, als ik nu mij hier ga verkiesbaar stellen in Rome, ik moet naar Rome trekken, gaan ze mij vervolgen. En zij zeiden, ontbindt uw leger. Nee, dat ga ik niet doen. Want dan word ik volledig naar beneden getrokken. En eigenlijk is dat ook een politieke truc vanuit Rome. Van, ja, maar kom, geen probleem. Doe even die legers weg en dan zien we wel vandaar. Liefst wel, ja. Dus, geef je macht af en je mocht dan consul worden, hoor. Nee, ain't gonna happen. Nee. Dat wist hij ook, hè. Ja. En dus, er was toen een verbod om met uw leger over
de Rubicon te komen. Vanaf dat je dat gebied binnenkwam, werd eigenlijk beschouwd als staatsvijand dan, denk ik. Als je, ja, dat is ja. een staatsgreep, hè. En ja. dus vandaar de moment... Dus hij zit met zijn leger aan de Rubicon en hij beslist dan van, ik ga erover. En vanaf dan heeft hij eigenlijk beslist, vanaf nu moet ik het manu militari doen, want... In legale verkiezingen heb ik mijzelf nu als vijand gemaakt. Door met mijn leger dit gebied binnen. Je hebt Rome aangevallen, basically. Ja. Als je over die rivier gaat, dan is het gedaan. Ja. Oké, okay, vandaar. Cross the Rubicon. Alia Jacta Est was ook daar. Dat was daar, ja. Voilà, ja, okay. Goed, hem lukt het dan om de boel over te nemen? Is dat dan het begin van het feit dat hij... Ja, hij is dan officieel geen keizer, maar eigenlijk dat vanaf daar de republiek eindigt? Ja, de republiek eigenlijk... was aan het sterven, maar de republiek... Ja. Eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen bij de slag bij Actium, waarbij Augustus de laatste tegen is, dan zijn ze eigenlijk allemaal op. Marcus Antonius pleegt zelfmoord eigenlijk voor verslagen samen met Cleopatra. En dan staat Augustus nog alleen en dan is het van, hè, ze zijn allemaal op. Er is gewoon niemand meer dat hem nog kan weerstaan. Dus hij blijft alleen over. Dat zou je kunnen zeggen, dat is het begin. Het echte einde van de principaat. Oké, dan hebben we het over de machtsstrijd nadat Caesar dood is. Ja. Omdat er dan nog altijd de illusie was, wat je achteraf beschouwt, weet dat niet klopte, dat de illusie was van, oké, de moordenaars van Caesar gaan de republiek herstellen. Ja. Maar dat was eigenlijk nog een beetje... Dat heeft dan nog lang geduurd, dat dan de aanhangers van Caesar tegen de aanhangers van... Marcus van Antonius onder andere. Ja. Marcus Antonius. Was een van die generaals. Ja. En dus dat dan nog een hele grote onderlinge strijd geweest. En waar dan uiteindelijk na heel veel smerige bloedvergieten proscripties, waar de mensen ook gewoon ter dood werden veroordeeld. Van kapten die zijn kop af en toon hem mij. Lijstjes, en dat krijgde zijn huis. Lijsten van lijstjes mensen opgehangen, die dood van moesten. Die en die en die, die moet eraan. Hè. Okay. Maar zodanig erg zelf, dat was dan Lepidus Augustus, heette toen niet Augustus, was Octavianus of Octavius. En Marcus Antonius, hun driemanschap. Ja, Marcus was dat. En zij die onderling zeggen, ik wil een din dood, jij een din dood. En ik geloof zelf dat er iemand zijn broer heeft opgegeven voor een proscriptie. Ja, ja, ja. Dat is zo waanzin. Maar was er ook niet, want vlak voor Caesar hadden ook al een beetje machtsstrijd. En toen was het ook een beetje, de macht wisselde constant. En als dan bij de tegenpartij lag, dan werd jij vervolgd of vermoord zelfs en omgekeerd. Dat was voortdurend bij wel. Bij Sulla en Marius, die burgeroorlog, daar had ook proscriptielijsten. Die zijn ermee begonnen, denk ik. Die zijn ermee begonnen. Die hebben lijsten begonnen. Van, die moeten eraan. Echt heel mafieuze toestanden. En wie was die uberrijke half-maffia-man? Crassus. Ja, ja. Voilà. Want dat was het ook een beetje... Het wisselde dan. En ook het vilijnen van die vijandschap. Dat die ook, als ze dan uiteindelijk na geleden te hebben onder een vijandelijke klan aan de macht komen, dat die de botten laten opgraven om ze nog een keer te laten vermorzelen en wegsmijten. Dat was Sulla, ja. Ja. Dat is inderdaad. Ja. Die Crassus wordt heel schoon voorgesteld door Dan Carlin ook als inderdaad... angstwekkend rijk, voor zijn concurrenten angstwekkend rijk, omdat ze dachten dat geld, daar kunnen wij nooit tegenop. En die wordt ook zo wat voorgesteld als eigenlijk een beetje de maffiadom. Die zo wel ja, wat hij strekt. Voortdurend doet, is geld lenen aan iedereen. Hij heeft ook geld geleend aan Caesar om die verkiezingscampagnes te betalen. Wat maakt dat Crassus bijna heel Rome schatplichtig aan hem maakt. Oh, heerlijk. En dus een van de redenen waarom dat Caesar naar Gallië is vertrokken, is om daar zoveel mogelijk dingen te roven en met heel dat geld zijn schulden terug te kunnen betalen. Ja. Aan Crassus onder andere. Ja. Maar Crassus moest niet altijd die terugbetaling in natura hebben. Dus dat ging ook over zaakjes van, oké, you scratch, I scratch your back, you scratch mine. Hè? Dus echt, dat soort dingen. Hè? Echt een beetje de Godfather. Maar ja. One day you will do a favor for me. Dat, hij had ook een hele over, interessante businessmodel. Hij had een brandweer opgericht. Ja. Waarbij dat was Crassus. Dat was Crassus. Dus mensen, hun huis stond in brand. En dan zei hij, hier is mijn brandweer, professionele brandweer. Maar weet je, verkoopt juist aan mij op het moment dat het in brand staat. Anders is het toch niet meer veel waard. Als ik het niet blus, is het weg. Dan heb je nul. En als je het mij nu verkoopt aan bodemprijzen, zal ik het wel blussen en kan ik het wel verkopen. Dat is maffia. Ja. Dat is maffia. Ja, ja. Stak hij het zelf in brand ook, of niet? Wow, dat werd gefluisterd. Ja, weet je, dat is gewoon ja zeggen waarschijnlijk. Hè? Maar ik wil dat nu even naar de dag van vandaag brengen. Dus oké, je hebt een huis staan. Je huis kost pakt 250.000 euro. Hè? Er komt opeens schiet dat in brand. Er bestaat geen officiële brandweer. Nee. Maar er is een of andere rijken. Ja. Die komt plotseling met zijn privébrandweer en die zegt, zeg, als je mij dat huis even verkoopt voor 50.000 euro, dan heb je nog iets. Anders is het niets. Anders is het niet. Je verkoopt je huis voor 50.000 euro, hij blust het.
Hij heeft wel herstellingskosten en het is van hem eigenlijk. Goeie businessmodel, toch? Damn. Ja. Waarom hebben wij nu nog een officiële brandweer? Het is toch spijtig dat we echt rijk kunnen worden? Ja, omdat we nu hopelijk in de republiekfase zitten, waar dat allemaal een beetje geregeld is. De indruk die ik had van jullie twee als Romeinen-nerds in mijn onmiddellijke omgeving is... En het gaat waarschijnlijk te simplistisch voorgesteld zijn, maar Jelle, dat jij vooral met politiek, intrigue en militair zijn jullie alle twee niet heel erg, denk ik. Nee. Van u, Peter, hoor ik vaak het grootste enthousiasme over dagelijks leven. Ja, ja, absoluut. Als er in Pompeji iets ontdekt wordt dat iets prijsgeeft over hoe de gewone Romein doorheen zijn dinsdag ging... Dan zijn jij vrij enthousiast. Ja, absoluut. Mijn interesse voor Romeinen is begonnen met het Romeins leger. En dan heel de geopolitieke en zo, heel de geschiedenis en al die personen die daarin voorkomen, dat evenzeer. En bij het leger dan, welke wapens hadden ze, welke harnas? Ja, en hoe werd dat opgesteld? Tactieken en dat soort dingen. Maar gaandeweg, met dat ik ouder werd, is mijn interesse een beetje verschoven naar van... Ja, wat is het, hoe komt elke Romein zijn dagdagelijkse dingen... Zijn dagdagelijkse beslommeringen door? Ja. Vandaar dat... Als het over toiletten gaat, dat je onmiddellijk denkt... Ja, wat ik een van de knapste dingen vind... Hè, dus aan de muur van Adrianus... Dus een aantal jaren terug al die brieven gevonden. Van gewoon, dat gaat over brieven aan familie... Hè, waarbij de familie dan regelmatig van die koffers opstuurt... met voorraden en eten en de hele boel. Van, ja, de volgende keer moet je toch eens extra kousen meegeven... want het godverdomme, het is hier toch wel koud. Dat is heel fascinerend, ja. En dan gaat dat over brieven aan officieren voor... Ja, ik wil een keer extra verlof, want ik wil mijn familie bezoeken. Er is ergens een dood gegaan. En, allee, dat soort dingen, dat vind ik enorm boeiend. En de geschiedenis, denk ik toch, is ook meer geshift. Dus de academische geschiedkundige studies zijn ook meer gefocust op dat soort dingen. Veel meer dan vroeger was het alleen de grote namen en die knappe ruïnes van tempels en forten en wat is het allemaal. Maar nu gaan ze echt gaan kijken, hoe is een Romein, hoe gaat hij kakken en waar gaat hij zich wassen? En ik vind dat wel knap. Ik herinner me één momentje dat de flonker in uw ogen hel was toen er in Pompeji een snackbar ontdekt. Ja, ja. Maar ja. Dus echt gewoon... Maar een heel goed bewaarde. Want heel mooi, meestal, hele mooie schilderingen ook. Ja, maar die, mooi. Dat is prachtig, dat geel. Ja, dat heel. Toch... Maar ook schilderingen, was dat er dan op? Welke tafereelen stonden er? Dat zijn heel vaak mythologische voorstellingen. Ja, ja. Heel populaire mythes. Ik denk dat er zoiets op stond. Eigenlijk de sprookjes van een tijd. Zo, de mythes en de goden worden veel voorgesteld daar. Het is eigenlijk alsof dat je bij ons een frietkot binnenkomt en er hangt een poster van Game of Thrones of weet ik veel. Ja, zoiets. Ja, maar wel veel klassevoller, want dat zijn vakmannen die daar... Hele vrij goede schilderijen op in de kalk daar gaan schilderen. Dat is wel fascinerend. Als je gaat kijken naar die mozaïeken bijvoorbeeld. Dat zijn mozaïeken die eruit zien alsof ze gewoon het eten op de vloer hebben laten liggen. Hè? Dus korsten brood en afgekloven appels en zo. Die uitgebeeld worden in scherfjes. In de mozaïek, op de vloer. Er is er ergens een, ik weet niet meer waar. Ik denk dat het in de Vaticaanse musea ligt. En maar het is niet vanuit Pompeji, het is ergens anders dat ze hem gevonden hebben. Maar dat is echt gigantisch knap om dat te zien. En dat zijn echt hele kleine steentjes. Dus die details zijn vrij goed. Ja. Dat vind ik echt heel... Ja, handenarbeid was ook goedkoop met slaven natuurlijk. Tuurlijk. Dat dan nu een keer een vakman doen, dat gaat kosten, hoor. Je kunt het beter dan zelf doen. Het is dat. Zo'n snackbar, wat leerde daaruit? Of welk beeld vormt jij je daarbij? Even, want hoe zag het eruit? Als ik me niet vergis, het was een soort... Een L-vormige toog. Ja, een L-vormige toog. Ja. En daarin allemaal... Eigenlijk komvormige uitsparingen, waarin dan een kom gezet werd waarschijnlijk. En dan dan werd het eten warm gehouden. Hè? Dus daar lag dan ook een deksel op waarschijnlijk. En dan kon je daar dus... Ja, en met die snackbars, het is zo een beetje dubbel. Eén werkte dan ook een beetje als café, brasserie. Dus je kon daar gaan eten, maar je kon daar ook afhalen. Ah ja. Ja, en rijke mensen gingen vaak nu eens op restaurant gaan. Klasse, destijds waren geen de armen op restaurant. Omdat ze hadden faciliteiten in hun huis. Ze hadden geen keuken. Hè? Open vuren maken in je huis. Dus keukens in huis, dat was enkel voor de rijken. Dus als je arm was, ging je dagelijks naar de snackbar. Ja. En heel dikwijls was dat ook gecombineerd met een hoerenkot boven dan. Hè? Dus wat weten we over de zeden?
Daar was geen christelijke moraal. Hè. Was maar de Romeinen waren nogal vrij preuts, hè? Officieel. Hè? Ja, officieel. Maar... officieel waren ze zeer preuts. Maar... ah, oké. Okay, maar is dan ook zo van... voor het oog van de straat moet alles heel erg... want... nee, dat was minder, denk ik. Heb jij beelden van Priapus met een penis van 2 meter... die op de muur geschilderd wordt. Dus op dat vlak lichamelijk niet preuts. Maar ja. De seksualiteit was wel aan, ook like in elke cultuur aan een conventie verbonden. En... politici onderling konden elkaar ook wel vaak verwijten op... ja. Je moet een vent zijn en je moet controle hebben over je lijf en over je gedachten. Ja. En dat geldt ook in de seksualiteit. En je mocht domineren. Je mocht homo zijn, maar je mocht je niet laten pakken door een andere man. Ah, ja, dus... je mocht domineren. Je mocht een slaaf en... Jij mocht penetreren, maar je mocht niet gepenetreerd worden. Ah, ja, dat was not done. Dus dat ging meer over de moraal. De dominante Romein. De dominante positie in de seksualiteit was belangrijker dan geaardheid... Dat kenden ze ook niet geaardheid. Ah, oké. Dan liep wat er elkaar. Maar bijvoorbeeld Hoericotte, die maakte reclame voor de verschillende faciliteiten gewoon aan de buitenkant, hè, met tekeningsjes. Hè. Ah, oké. Ja. Wat er aangeboden standjes, werd. Standjes. Gewoon zo, like dat je nu zo van die restaurants waar dat dan zo foto's van frieten en van kebab nagen, hadden zij daar zo... ah, het was wat nuf, dat moet ik hebben. Een mozaïek met dan een bedrag erbij waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. Maar dat kon wel. Het is niet dat daar... dat was heel gewoon ook. Daar werd eigenlijk niet zo moeilijk over gedaan. Maar aan de andere kant, zo naar gelijk wat Jelle zegt, politiek gezien waren ze dan heel preuts. Het was wel de mannelijkheid en je moet controle hebben, zo, maar... ja, ik herinner naaktheid me dat... in de openbare naaktheid was minder een probleem. Zo ik herinner me dat Caesar heel vroeg in zijn carrière... dat er ooit een minnaar van zijn vrouw betrapt is in hun huis. Ja. En dat werd dan geweldig tegen hem gebruikt om hem een beetje schaakmat te zetten. Uw vrouw die u bedroog, dat was gezichtsverlies. Hij zei preventief tegen zijn vrouw van... moet niet weten, het is gedaan, want ik wil zelf niet onder verdenking ervan geplaatst worden. Maar heeft hij haar buiten gegooid. Maar daar is toch iets geweest waarbij... daar is een Romeins feest dat enkel voor vrouwen was. Wel, dat was van de rites van Bonadea, waar geen mannen mochten aanwezig zijn. Ja, en daar is er dan ene binnengedrongen. Claudius, een van de tegenstanders van Cicero. En dat straalde, want zij was dan de gastvrouw van dat feest. En hij vroeg specifiek naar haar ook. Ja, maar er is niks gebeurd. Maar de vrouw van Keizer moest boven elke verdenking staan. En daardoor is zij van haar gescheiden. Maar dat was dan zijn truc. Want eigenlijk dachten ze, we gaan hem hier schaakmat zetten. Want hij kan ze niks doen, want er is niks gebeurd. Maar wij kunnen hem wel aanvallen, want er was een minnaar van zijn vrouw in huis. En hij heeft het dan blijkbaar op een soort geniale manier gespind door te zeggen, ook al is er niks gebeurd, de vrouw van Keizer moet boven elke verdenking staan. Dat is het. En ook, weet je, die gasten dat ook altijd om de zoveel tijd ook wel een keer van vrouw veranderen als dat politiek interessanter was. Hè. Ja. Nu, Keizer, die had het ook niet altijd zo nauw met zijn zeden, zal ik zeggen. Want daar werden dus spotnummertjes over gezongen. Hè. Is het echt? Ja. Tijdens de triomftochten is er een van... mannen steek uw vrouwen binnen de kale neuker is daar. Iets in die trant, ja. En wat was hij ook weer? Hij was dan koning van dit en dit, maar hij was dan de koningin voor andere koningen. Hè? Ja, dat is juist. Hij zou dan... Hij heeft een tijd bij een andere koning... De koning van Pontus, denk ik. Denk ik, of zo. En daar werd dan gezegd dat Keizer zijn lichaam had gegeven aan een buitenlandse koning. Wat natuurlijk, en daar was hij ook heel pest over die insinuatie. Daar was hij heel kwaad over. Maar dan mochten de soldaten tijdens een triomftocht er wel allusies op maken. Ja, maar dat was de gewoonte, hè? Ja. Dus de soldaten maakte tijdens een triomftocht altijd schunnige nummers over hun generaal. Eender of dat nu Keizer of een andere was. Hè, dat was traditie. Want dat was de enige keer, trouwens, dat je met een leger binnen de stad mocht. Je mocht dus nooit met militairen de stad binnen. Die triomftocht had een immense functie in het maatschappelijk... Dat was eigenlijk de grootste eer. De toestemming krijgen voor een triomftocht, dat was iets ongelooflijk. Ja. En daarvoor moest je dan buiten de stad blijven. Dus je moest in de voorbereidingen naar die triomftocht... moest je buiten de stad blijven tot op het moment dat die triomftocht begon. En dat was dan Keizer zijn probleem. Voor de verkiezingen moest je in de stad zijn. Als je je verkiesbaar wilde stellen, moest je in de stad zijn. En dan hebben ze die eigenlijk zo... ja, ze hebben die dan zo lang aan het lijntje gehouden van... ja, gaan we die triomftocht nu geven of gaan we niet? Maar van het moment dat je de stad binnenkomt, heb je ook elk recht op die triomftocht verspeeld. Ook al zeggen ze van, we doen dat binnen een half jaar pas, want dat kon soms zo lang duren. Van het moment dat je binnen de stad komt... is het gedaan. Dus Keizer zit, want we zitten nu terug aan de Rubicon. Hè? Dus Keizer komt met zijn leger... Dit is ervoor al, denk ik. Hè? Wanneer is dat eigenlijk? De eerste keer dat hij terugkomt, maar hij heeft 2 veldtochten in Galië gedaan. Hè?
Ja, dat, eerst, ja, ik kwam eigenlijk om in de winter kwam ik telkens terug en ik denk dat ik een triomftocht kreeg en zelfs voor meer dan één slag. Ja. En dat is echt dat is het toppunt van je carrière. Ja. Dat is het zotste moment. Je wordt rood geschilderd alsof je Jupiter bent. Er staat een slaaf bij u die je lauwerkrans boven je hoofd hangt en u zegt van bedenk dat je een mens bent. Ja. Je moest heel uw stad is aan het juichen voor u. Alle magistraten lopen voor u. Uw leger loopt achter u. De gevangen koningen. En heel die schatten. Jawel, maar dat, de schatten die je meepakt. Het volk wordt zot. En Keizer heeft toen gezegd van... Ah, wat is dan goed? Kan ik dan geen triomftocht doen? En ik ga consul worden. Ja. Omdat hij hogere ambities had. Lange termijn visie. Ja. Jawel, maar dat is ook iets dat nieuw was voor mij. Dus... Tijdens de triomftocht werden natuurlijk de schatten getoond, maar ook de gevangen koningen. Ja. Dus ja, de verslagen soldaten die waren ofwel direct slaven ofwel doodgeslaan. Maar die koningen die werden meegepakt als trofee. In de stoet, hè? Ja, beesten, giraffen, maar nog nooit giraffen gezien. Wauw, voor dat volk. Ja, maar stel je de voor... Dus, daarvan. Vijf giraffen, een gigantisch leger, drie potten goud en dan drie koningen die... in de boeien meegenomen worden. En dan die laatste Gallische koning die verslagen is... Die werd ook getoond in de triomftocht. Terug in de cel gestopt en dan een paar jaar later publiek. Dus je verslaat iemand in een brute veldslag... 1000 kilometer van Rome, 2000 kilometer van Rome. Maar de moment dat hij verslagen is, zegde: we gaan die nu nog niet dood doen. We gaan dat gewoon ritueel burgen in Rome zelf, na de triomftocht, om te laten zien van kijk, hier is hem die we verslagen hebben. Iedereen moet er ook nog bij en uw superioriteit moet je ook aan uw volk tonen. Hè. Ja, de moraal was anders. Die was duidelijk anders. Ja. Het ging toen echt over... macht en dominantie tonen. Echt. Ja. Ja. En ik wou er eigenlijk ook nog iets over zeggen. De reden waarom dat ook... Het is ook een beetje fout. Allee, het fascisme komt, het imperialisme, en dweepte met de Romeinen. Mussolini, eigenlijk, het is dankzij Mussolini dat we zoveel opgravingen hebben gehad in Rome, dat al die dingen zijn gevonden en zelf gerestaureerd. Ja, en ja, die mannen dwepen daar nog. En er zijn ook nog heel veel rechtse mensen die met het imperialisme dwepen. Dus dat is ook een reden waarom het ook een beetje fout is om het erover te hebben of je te outen als liefhebber. Maar ja, als Mussolini ermee dweepte, is toch op een redelijk Romeinse manier aan zijn einde gekomen. Ding daar schoon omgekeerd met zijn minares aan die brug. Dat is dan toch een beetje in zijn verhaal. Maar ik denk dat aansluit bij de idolatrie van de Romeinen die we daarnet genoemd hebben. De moment dat geschiedschrijving ideologisch gekleurd is en nationalistisch gekleurd is, krijg je altijd dat opgeboende, gefilterde beeld. Mm-hmm. Dus als een Italiaanse fascist de Romeinse cultuur wil laten zien en opgraven, ja, dan gaat hij natuurlijk idealiseren. En, Maar krijg je die kermisromeinen die daar rond het Colosseum ronddagen voor de foto met die... Ja. Voilà, maar we komen hier bij een term die ook op mijn blaadje stond, omdat ik wist, Peter, dat jij daarover ging moeten vertellen. De term kermisromeinen heb ik van u gehoord. Misschien voor de duidelijkheid, jij doet ook reenactments. Nee, ik doe nooit reenactments. Nee. Maar je bent wel gaan kijken naar reenactments. Ja. Dus je gaat naar een soort festival. Als ik de kans krijg. Festival van Romeinenfans. Zelf doe je geen reenactment, maar je bekijkt ze daar wel. Zo'n uniform is zo duur. Ja. Dat is echt niet te doen. Maar natuurlijk, hoe meer dat je ervan weet, hoe meer dat Romeinse uniformen die niet juist zijn, u frustreren. Ja. En dat zijn kermisromeinen. Dat zijn kermisromeinen, ja. En de enige... Ja, zeg mag ik daar iets over zeggen? Want ik denk... Ik ken er niet genoeg van de militaria en zo, maar ik denk dat Lieven heeft ons uitgenodigd in een WhatsApp-groepje Romeinen-podcast. Ja. En je hebt er een foto van een Romeinse soldaat. En dat is een hele crappy Romein. Dat is een echte beledigend naar ons, Lieven, dat je die foto hebt gekozen. Ja, ik denk dat zo'n beetje een crossover tussen een Romein en een Griekse hoplite is, hoor, wat je daar hebt laten. Dat is vreselijk. Maar kijk, sowieso, ik weet uit ons beeld nu van de verre geschiedenis, over 1000 jaar, als ze ons gaan reenacten, ze gaan een iPad op een pick-up leggen. Dat gaan ze doen waarschijnlijk. Ja. Dus, dat is een beetje hoe wij alles van die tijd ook als één grote mengelmoes van periodes zien. Nee, lieve, de uniformen zijn echt wel duidelijk hoe dat ze moeten zijn. Dat is, nee, daar gaat er niet mee wegkomen. Oh, lap. Maar nee, er zijn er eigenlijk twee. Zeker, en ik denk dat Jelle het daar wel mee eens gaat zijn, de beste Romeinen die ik ooit in een film of een serie gezien heb, zijn die van HBO Rome. Ja, dat is waar. Zeker de openingsscène, dat vind ik echt de max. Er zijn er geen beter te zien. Ja. Geen. Alhoewel, ik bij Gladiator in de eerste minuut denk ik van, ah, cool, ja, die zien. En dan na 5 minuten, nee. Mis. Toch weer niet echt goed.
Maar het is iets wat ik heel tof vind. En dat is, ik heb er ooit een YouTube-reeks van willen maken, maar tijdsgebrek uiteraard. En dat is naar films kijken met specialisten. Oh ja, maar er zijn... Ik heb er gisteren nog veel gezien. Er staan er heel veel online, ook met astronauten naar ruimtefilms. Ja, ik had er gisteren gezien voor historische veldslagen. Dan ja. met zo'n kerel, ja. Maar er is een mijn kanaal, hoe heet hij? History Pedant. Ja, ja, Pedantic of zoiets. Ja, History Pedant watching Movies. En die is ook wel... heel tof. Die heeft round dan... shields with the Saxons. Saxons with the round shields, really. Maar hij speelt er ook mee, want ja. Een van zijn uitdrukkingen is... That leaf is wrong. En dan ligt er zo'n boom uit. En, van, ja, zwart. Maar heel grappig, gisteren zag ik dat. Dus ik was daar naar aan het kijken en dat was... hoe heet hij nu weer? Hij heet met zijn achternaam Konijnendijk. Dat is een Nederlander. Okay. En ik denk dat hij ergens in een Britse of een... Amerikaanse universiteit geschiedenisles geeft, maar die is dan gespecialiseerd in historische veldslagen. En dan zie je zo op een bepaald moment, dus ik denk dat het Alexander is, de film Alexander, en dan zie je die Grieken aangestormd komen zo, en dan in één keer zie je een van die figuranten die valt. En die kerel zegt, zie je, dat is wat je nu krijgt. Niemand loopt in een phalanx. Dat doet je niet, want je gaat vallen. Die lopen als schover steekt ook niet. Dat is echt heel... Ik dacht, ah ja, dat is waar. Dat is echt heel grappig. Zie wat je krijgt. Dat is echt dat. Hij zegt, ja, zie dat wat je krijgt. Waar we het eigenlijk al een paar keer over gehad hebben, dat is het vogelperspectief van de geschiedenis, met grote periodes en machthebbers. En... laat ons zeggen, de haarvaten van de geschiedenis, het dagelijkse leven. Maar dat vind ik juist het knappe daaraan. En wel, en waar dat... Dus Dan Carlin is vooral een militaire enthousiasteling, maar hij vertelt veel breder dan dat. Maar hij probeert ook in dat militaire in de haarvaten te gaan. Want hij zegt van ja, we hebben van veel van die veldslagen hebben we verslagen van de bewegingen en de flanken doen dit en de cavalerie doet dat. Maar hij zegt zelf ook altijd... een teletijdmachine die u even gewoon een beeld geeft van op welke manier dat er man tegen man gevochten werd. Ja, je staat elkaar de kop in te slaan, maar hoe gaat dat? Er zijn blijkbaar wel verslagen van de gigantische angst bij twee legers. Allee, stel je voor, man, je staat daar de dag voor een veldslag. Je staat daar eigenlijk gewoon in je tentje. Je moet gaan slapen en je weet... morgen storm ik op een leger Kelten af en we gaan proberen van mekaars benen af te kappen, eigenlijk. Ja, het is vrij confronterend, hè. Wel, ja. Het is gewoon goor, hè. Denk dan liever dat je dan toch als Romein daar in die tentje lag dan als dat Kelt. Ik denk dat ook, ja. Alhoewel, ja. Maar er is ook veel beschrijving van angst, van dat ze wilden muiten uit angst voor de zeker, voor de zeker Galliërs. In het begin dat de Romeinen met Galliërs te maken kregen, die waren dan... relatief groot. De Galliërs waren ongeveer zo groot als wij nu zijn. Maar de gemiddelde Romein was een stukje kleiner. Okay. En voor die mannen waren daar reuzen. Hè? Als, die dan, als er dan zo'n horde van die wilde, woeste barbaren met... ik weet niet wat ze allemaal in hun haar deden, een kalk en zo. Naakt vechten ja, ook. En die komen dan zo op je afgestormd. Dan denk je van, oké, die schilder toch maar ietsje dichter tegenin zetten. En ja, dat vind ik wel fascinerend, dat je zo dat soort dingen... En dat vind ik het schone aan reenactment. Dat geeft u ook... Want mijn favorieten zijn de Ermine Street Guard. Dat is een Britse reenactmentvereniging. Hoe heette ze? De Ermine of Ermine Street Guard. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. En hoe schrijf je dat eerste woord? E-R-M-I-N-E. Ik denk dat het Ermine. Van Hermelijn is. Or Ermine. Oh ja, oké. Okay. Maar goed, dat zijn dus Britten en... ik denk, volgens mij zijn die gasten de top. Want die werken dan samen met historici, met archeologen. En elke keer als er dan weer eens iets gevonden wordt van... oh, we hebben zo van die gespjes gevonden. Oh, we doen dat uniform, dat gaat dus zo toe. En dan maken die dat helemaal opnieuw. Dan passen die dat allemaal aan. Er is een nieuwe gesp ontdekt. Ja, zo. Maar het is een reenactment om te zien, om het beeld te hebben van zo'n aanval. Wat je uit de rij, wat dat ze altijd doen voor de toeristen of voor de toeschouwers. Ja. Ja. Ze komen afgestormd met die paarden naar u, die uit de rij. En dat is... ja, dan voelde dat is het tekst dat je komt bij die what the fuck man. Ja. En bijkomend, die ruiters, ze hebben zo maskers gevonden, de ruitermaskers. Ja. Dat zijn eigenlijk gewoon zilveren gezichten, maar die zien er freaky uit. Ja. Dat is gewoon een vent die je constant aanstaart en niet knippert. Hè. Ja. Dat is gewoon een wezenloos gezicht dat naar u komt. Dat is zo beangstigend. Kun je een monstermasker maken dat niet zo beangstigend is dan dat zilveren gezicht dat naar u staart en komt aftrappeld. Ja. En zo honderden, hè, tegelijk. Ja, dat is waanzin. Die moet je een keer opzoeken, die maskers, die zijn echt freaky. Ik heb die mannen bezig gezien.
En dan snap je wel dat dat niet zo simpel is als dat men dat zo doet voorkomen. Zo, heel die bewegingen. Een legioen, dat is ongeveer 5000 man. Je moet die dus allemaal op de juiste manier, op het juiste moment, laten draaien, laten splitsen. Wat is het allemaal? En zo heb je er dan 4, 5 die je moet commanderen. Ja, dat, als je dan dat ziet, dat is iets, dat is een heel ander soort kaliber als militairen nu. Dat zijn allemaal zo van die individuele units. Die hebben allemaal een geweer, die kunnen allemaal een vijand van op afstand raken. Daar is het... Ja, dat is... Ja, twee mensenmassa's tegenover elkaar. Ja, dat is close combat. Hè. Ja. Je moet die eenheden die je dan hebt, die moet je dan als generaal zo kunnen plaatsen dat je zegt van, oké, nu gaan die... Allez, Scipio was daar bijvoorbeeld een goeie in. Hè. Dus, Punische oorlogen. Ja, dan, dus tegen Hannibal. Hè. Ja. Dus Hannibal zijn tactiek was eerst zo van, Christus. Je valt aan... En Hannibal, want ik denk dat Scipio Hannibal heeft nagedaan. Dus wat deed Hannibal dan als die werd aangevallen? Die liet zijn centrum naar rechter komen. Hè? En dan denkt de vijand van... Oh, ja, oh. En dan sluit de flank. Hè? Ja, en dan heb je die mannen zo in de tang. Hè? Dus in het centrum valt een beetje terug, zodat het vijandig leger eigenlijk een punt vormt. En dan kun je met de zijkanten de boel insluiten. Ja. En Scipio heeft dat gekopieerd. En die heeft dat eigenlijk tegen Hannibal zelf gebruikt. Ja. Je moet dat je inbeelden dat al die mensen daar staan. En je moet op een of andere manier... Je hebt geen telefoon, je hebt geen walkie-talkies. Ja. Je moet het met trompetblazers en hoornblazers doen. Ja. Bepaalde signalen geven. En die moeten allemaal hun plaats krijgen. Dat vond ik eigenlijk wel de kracht van een van de sterktes van het Romeinse leger. Die waren zo goed gedrild, dat die echt wilden... Oh, nu hoor ik dat. Oké, nu moeten wij allemaal tegelijk naar links. Er zijn veel repetities al vooraf gegaan. En ze waren een professioneel leger. Dat was ook een nieuwigheid sinds Marius. De voorwaarde gewoon, kom, de oogst is gedaan. Het is vechtseizoen. Ja. De boeren die het land moeten verdedigen gaan vechten. Hebben we met onze rik, we slaan erop en we zijn weer weg voor de winter. Wordt eigenlijk ook genoemd in Death Throes of the Republic, in de overgang van de Republiek naar Keizerrijk, dat een van de problemen toen was dat daarvoor de Romeinen voor zichzelf vochten. Het was uw eigen leger bestaande uit uw zonen en de gezonde mannen die voor uw eigen land vechten. Voor uw eigen, letterlijk uw boerenerf, bij wijze van spreken. Ja. Ja. En dus dat ze zeggen, het moment dat er een betaald leger ontstaat, geeft ook wel de kans aan de generaal om te zeggen, zeg, we hebben nu een paar successen gehad voor Rome, maar ik heb nog wat geld over en nu gaan jullie voor mij vechten en gaan we Rome. Uw loyaliteit lag bij Keizer, bij uw bevelhebber. Ja. Jij mocht gaan verkrachten en krijg jij goud en slaven en die oude man daar in de Senaat, welkom in, dat scheelt. Ja. En je vecht niet meer fysiek voor je eigen land. En eigenlijk letterlijk wel, want ze kregen dan na een diensttijd kregen ze een stuk land ook van de generaal. Dat is de overheid, de generaal. Dat was echt de traditie. Als veteraan kreeg je een stuk land genoeg om in jezelf te boerderij op te zetten. Krijgen boerderij, basically. En was dat altijd in Italië of kon dat ook elders liggen? Dat kon ook elders zijn. Later is dat elders. Ja, in de veroverde landen werd dat dan gegeven. Ze werd eigenlijk de agrar publicus, dus de staat had landerijen die je dan gewoon kon geven aan. Maar dat is heel de politiek en heel de reden waarom er zoveel opstand was en gezeik, was omdat er gewoon heel rijke senatoren al die grond opkochten en dat eigenlijk hele rijke boeren waren. En de gewone boer had gewoon niks meer te doen. Dat was een politieke inzet vaak op het einde van de republiek. Ja. Die openbare grond kunnen we die... In plaats van het allemaal hij werd eigenlijk gevraagd om dat af te pakken van die senatoren en te herverdelen onder soldaten en onder hoge volk. Ja. Maar dat was het probleem. Hè. Dus je had een leger dat eigenlijk allemaal kleine boertjes waren. Die dan een tijd op veldtocht waren. Maar in het begin, Als die dan te lang wegbleven, die boerderijen werden verwaarloosd. Ja. Die gingen achteruit. En dan werden die door die rijke senatoren die krassissen, opgekocht. Hè, en dan zette die daar zo van die grote villa's op met een hele hoop slaven. En dan krijg je dus industriële landbouw bijna. Hele goede kopen, want die boeren die deden... Dat werd niet met betaalde werkkrachten gedaan, met slaven. Hè. Ja, voilà. En die mensen werden gewoon uit de markt gedreven. En dat is de reden waarom dat zo stilletjes is beginnen af te brokkelen. En dan, een heel deel van de mensen gingen dan in het leger. Die werden dan betaald militair. Maar dan ligt die loyaliteit niet meer bij die rijke senatoren die eigenlijk uw boerderij hebben opgekocht. Dat ligt bij die generaal die u
een vette preek heeft elke maand. Af en toe is een paar vrouwen om te verkrachten, een stad af te branden, wat slaven te verkopen. En ja. Dat was ook duidelijk de beloning voor het leger. De veroverde stad plunderen en uw gang gaan met alles dat je tegenkwam eigenlijk. Ja, dat was een goede incentive als ik in de teambuilding of zo zeg. Ja, oké. Okay, ja. Een soort motivatie om er vol voor te gaan. Ja, maar weet je, dat is ook een beetje ongenuanceerd. In die zin dat dat ook... Keizer was ook bekend om zijn genade. En plus, ja, het is niet altijd slim om... Als je volk niet wil vervreemden... Tuurlijk, ja. Moet je, ja, misschien klopt, niet altijd... Vaak was dat een soort van wraakoefening. Ja. Van feel the Roman wrath. Ja. Ja. Je hebt tegen ons verzet, dan kan je dat krijgen. Dat is vaak een waarschuwing naar andere volken die dan rapper afkwamen en van, weet je wat, gaan we ons misschien al overgeven. Dus nee, dat is niet dat systematisch gedaan. Nee, dat is tactisch, okay. Toch tactisch, ja, gedaan. Hè. Ja. Dat heb je trouwens ook met, als je dan naar het vroege Rome teruggaat, want onze lessen in het middelbaar, bij mij toch zeker, onze lessen in het middelbaar, die focusten vooral op het machtsblok. Maar daarvoor zitten eigenlijk met een, laten we zeggen, een enkele bewoonde heuvels, die dan de stad Rome zijn, maar zitten met een soort stadstaat, een soort volk dat in constante concurrentie leeft met de buren en ook de passanten, want toen hadden we nog gigantische volksverhuizing. En in het begin heb je zo een paar momenten dat eigenlijk het lot van het latere Rome dan aan een zijden draadje hangt, omdat, ja, ze hadden even goed kunnen verliezen van een concurrerend volk. Ja, dat is zo. Terwijl dat Alexander de halve wereld aan het veroveren was, waren het nog maar vurtige herders op zeven heuvels. En dan inderdaad, zo, dan groeit dat, maar ja, waarom zijn zij het dan geworden en de anderen niet, weten we niet. Maar ja, bijvoorbeeld de Galliërs zijn dan toch ook eens in Rome binnengevallen. Dus de angst voor de Galliërs zat ook hoog bij de Romeinen. Over welke periode spreken we dan? Wat moet dat geweest? Dat zal, is dat 400, 500 voor Christus? Ik kan er geen uitspraak over doen. Over dit. Ik heb het ooit omschreven gehoord als... opeens staat er een paar honderdduizend man voor je poort en je wist niet eens dat die bestonden. Dus de volksverhuizingen in Europa... Goed, ja, ten eerste, uw horizon binnen Europa was toen al niet zo groot. En die volksverhuizingen moeten zodanig gigantisch geweest zijn. Dat kon opeens over de dichtstbijzijnde heuvel verschijnen. Een paar honderdduizend man die weggedreven waren door een ander volk of gelijk wat. En ja, bon. En ik sta niet en is van, ja, sorry mannen, niet kwaad bedoeld, maar nu, ja, wij moeten ook eten. Hè. Ja. Wel, ik ben een paar jaar geleden zijn we op gezinsreis geweest naar Roemenië. En als je eigenlijk Roemenië doorkruist, dat was voor mij de allereerste keer dat ik dat fysiek kon zien, hoe dat gebieden, maar ook zelfs naburige dorpen, verdeeld zijn tussen andere volkeren. Je kunt daar echt van het Hongaarse dorp naar het Turkse dorp, naar het Roma-dorp. En dat zijn andere gebouwen. Er is weinig of geen contact tussen de dorp. Daar kun je echt zo nog rondkijken en zien van... Oké, zo ziet het eruit in een gebied dat... Ja, Roemenië ligt een beetje op kruispunten van culturen. Je hebt daar die Turkse aanwezigheid. Je hebt daar die Oost-Europese, Hongarije ook. Dus dat ligt daar zo op een kruispunt. En dat is iets dat je als Vlaming van onze of voorgaande generaties gewoon nooit gevoeld hebt. Hè. Ik bedoel, ja, ik ben ook geboren in een boerendorp met dezelfde geschiedenis en etniciteit. En wat is de punt ermee? Ja, dat is zo... Dat vroege Rome, hè, dus je hebt dan eigenlijk een volk dat zich vestigt en denkt van, hey, dat zijn hier toffe heuvels, wij gaan hier een beetje wonen. Maar dat veel dynamischer was in die tijd. Er kon opeens iemand verschijnen die zei, ga hier eens weg, wij vinden dat hier toffer en wij zijn sterker dan jij. En dan moesten zelf weer verhuizen. Dan moesten zeggen, die sterkeren hebben onze plek gepakt, dus wij gaan nu een beetje opschuiven naar daar. En misschien sterfde wel uit en is er nooit een Rome en komt er iemand anders aan de macht. Zo. Ja. Dat is hier dat er nu gebeurt zo in de DNA-onderzoeken, dat je echt die bewegingen ook nog veel, veel meer ziet en dat eigenlijk allemaal niet zo statisch was en dat er eigenlijk veel, veel gereisd werd in die periode. Ja, dat is een ding dat je eigenlijk niet vermoed, omdat je denkt, reizen is iets, dat is een romantische uitvinding en dat is iets van de laatste 100 jaar. Sinds de nederzettingen tijd bleven we allemaal op ons boerderij. Ja, maar dat is absoluut niet waar. Nee. En dat bedoel ik, zo een heel volk, hè, en dan pak nu de stad Gent, hè, die opeens het gevoel krijgt van, ja, lap, wij zitten hier met de Antwerpse veroveraar, die eigenlijk zodanig veel militaire kracht en invloed krijgt dat hij ons wegduwt. En dat heel de stad Gent zegt, goh,
daar in Noord-Frankrijk is eigenlijk een gebied waar dan nog wel wat plaats is. Wij gaan gewoon als volk naar daar. En bijkomend, je vertrekt en op dat je zeker niet zou terugkeren, stikt de stad Gent in brand ook. Dat werd dan ook nog gedaan. Ah, ja, dat is van oké, okay, dan... Nu moeten we echt wel weg, want het is er niet meer. Het is een goed argument om te vertrekken. Het is weg. De vlasmarkt is weg. Ja. Maar dikwijls zijn ook die volksverhuizingen ook niet op heel korte tijd geweest. Dikwijls gaat dat ook heel sporadisch. Zijn er een aantal mensen die vertrekken? En gaat dat dan over een termijn van een aantal, soms tientallen jaren? En dat heel de volkeren vertrekken, dat weten ze nu ook. Want je hebt dan... Die slag met de Kimberen en de Teutonen heb je dan ook gehad. Dat is ook, nee, dat was niet Keizer, dat was Marius. Hè? Kimberen en Teutonen. Ja, ja. Ja. En de Helvetiërs, dat was wel... Dat is Keizer, ja. En daar wordt dan ook dikwijls al gedaan dat dat ook zo 100.000 mensen zijn. Maar ik denk dat ook Dan Carlin daar iets over gezegd heeft. Hij zegt van, ja, maar je moet je dat niet zien als zo'n... een mensenmassa van 100.000 die allemaal tegelijk... Dat zijn allemaal sporadisch, allemaal groepjes verdeeld. Ah, okay. Zowel in de ruimte als in tijd. Ja. En soms heb je dan een iets grotere massa en die komen dan, die oefenen dan iets meer druk op de omgeving waar ze dan doortrekken en krijg je dan een bras lokaal wel. Dat kan wel gebeuren. Ja. Oké, okay, ja, we zijn heerlijk van de hak op de tak aan het springen. Het is niet gestructureerd. Zo heb ik het liefst. We zijn de minst chronologische podcast ooit. Er is wel ene waar we het nog niet echt over, of toch nog niet uitgebreid over gehad hebben. En dat zijn die Punische oorlogen. En ja, dat is ook wel uitermate boeiend. Hè. Dus we gaan dat even proberen schetsen. Allee, ik ga het proberen schetsen. Doe maar, want het is mijn expertise niet. Dus, nee, maar, nee, maar ik ben ook een complete amateur hierin. Maar ik wil het gewoon in de tijd duiden. Dus... We hebben het al gehad over vroege Rome, koningentijd, wordt dan republiek. En dan heb je een soort concurrentiemoment. Je hebt aan deze kant van de Middellandse Zee heb je dan Rome als grote machthebber. Aan de overkant heb je Carthago. Ja. En dat is dan Tunesië. Tunesië. Heb je Carthago. Wat ook een hele rijke handelsstad aan het worden is. Die hebben denk ik dan ook heel die toestroom van Noord-Afrika, van de goederen die zij kunnen verhandelen. Zitten ook een stukje Spanje, zei. Voilà, ja. ze hebben die Middellandse Zee als fantastische handelsroute. Ik denk zelfs dat Sicilië een paar keer gewisseld is. Het is over Sicilië begonnen. En dus je hebt dan... we zitten 200 jaar voor Christus, dus 150 jaar voor Keizer eigenlijk. Mm-hmm. Daar zitten we nog een heel stuk voor. En je hebt dan die concurrentiestrijd. En ja, dan wordt er ook wel een paar keer stevig gevochten tussen Rome en Carthago. Dat heet dan de Punische oorlogen. Eerste, tweede en derde, denk ik. En het bekendste daaruit is Hannibal, denk ik. Hannibal is tweede, hè? Ja, zijn vader... Zijn vader had eerst al... Hamilcar. Barkas, ook wel een goede Barkas naam. Barkas is een hele goede naam. Maar ja, dat is echt een dude, hè. Ja. En dus, ja, uiteraard, het meest logische voor Carthago en Rome is om altijd over die Middellandse Zee naar elkaar te varen en dan een beetje te vechten met elkaar. En Hannibal, zeer bekend, die beslist dan, zeg, we zitten toch al in Spanje, kan ik een keer van daar vertrekken? En een keer wat olifanten meepakken. Zet de trip naar Rome. Voilà, een keer wat olifanten meepakken en de Alpen overtrekken. En ja, dat is iets dat je ook in het middelbaar meegekregen hebt. Maar een keer dat je dan ook alweer het dag na dag verslag hoort van wat er overgebleven is, van hoe dat hier een overtocht was, dat was echt brutaal. Ja, we rijden nu... ik ben al een keer over een mooie tweevaksbaan de Alpen overgereden. Ze hebben dan... Schrik in de Gotthardtunnel, jij? Ja, de Gotthardtunnel was te lang toen voor mijn claustrofobie op dat moment. Dus ik dacht, we gaan gewoon de pas oversteken, wat ook een keer boeiend is. Maar dan is er wel al een team wegaanleggers gepasseerd die voor mij de rotsen uitgehouden hebben en daar gezellig een asfalt. Maar als je dan stilstaat en je kijkt dan een keer links en rechts en je denkt van, oké, dus dit was de gemakkelijkste plek om een weg aan te leggen, voordat die een weg hier lag... Hoe zag dat eruit? Ja, gewoon rotsen en sneeuw. En daar dan overtrekken met olifanten bij. Ja, als je Barkas noemt, dan doe je dat, hè. Niet schever naar voren. Dat is waanzin. Maar ik weet het, ik ken er niet genoeg van. Dus het is meer als vraag. Maar ik denk ook dat er eigenlijk dan ook niet zoveel olifanten meer over leven. Ja, dan denk je, dat is toch ook een hele propagandastunt, zoiets, hè. Er zijn wel verslagen van... Romeinse legers die aangevallen werden met olifanten. Hè? Want die olifanten werden elders nog ook gebruikt, hè? Los van Hannibal die de Alpen overstak. Het was niet zo efficiënt ook, die olifanten. Oh, het schijnt dat psychologisch wel heel goed werkte. Alleen in het begin. Is het echt? Ja. Olifanten hebben een heel goed effect op de cavalerie. Maar ook in het begin. Dat wil zeggen, een paard dat heeft schrik van alles,
En die zien een olifant voor de eerste keer en die mannen draaien zich om, die zijn de weg. En daar gaat de cavalerie. Ja. Maar als jij die dan, als jij dat dan weet en je kunt die dan trainen, dan leren die dat. Oké. Okay. Olifantentraining. Ja. Je begint met een hele kleine olifant, een kleine dosis. Dan krijg je een slagtand, lekker een oor. Ja, een met een slurf. Een rectum. Maar je infanterie kun je daar wel tegen inzetten. En zeker als je... zeer doorgewinterde soldaten hebt, gelijk Hannibal had, ja. Maar gelijk ook de Romeinen hadden. En dat zijn mannen, dat zijn veteranen die dus al eender heel wat veldslagen gedaan hebben. Die kun je daar na de initiële schok, zet je die daarover. En wat deed bijvoorbeeld Scipio? Dus er is dan een charge, dat is ergens een van de latere dingen, een charge met olifanten. En dan zegt hij tegen zijn mannen, dus in principe hebben ze zo een dambordpatroon met die de legers? Ja, dus de Romeinen. Hè? Dus je hebt manipels, dus je hebt altijd een... Uw legioenen in een vierkant? Ja, dan... nee, dus legioen bestaat uit 10 delen, hè? 10 cohorten. Ja, ik wist dat ik de termen verkeerd ging gebruiken. Elke cohort bestaat uit 3 manipels. En een manipel, dat zijn 2 groepen, 2 centurions, dus 2 centurio's met hun manschappen bij elkaar. Ja. En elke manipel staat... altijd met een tussenruimte van elkaar. En dan de tweede linie vult dan de tussenruimtes op. Ah, zodoende dat je zo het dambordje krijgt. En die olifanten stormen op je af. En jij geeft het commando. Oké, iedereen die nu voor de open ruimte staat... die schuift een naar links of een naar rechts. Waardoor je dan rij krijgt. En dan gaan die gewoon die olifanten daardoor... Je maakt een gansje voor een olifant. Ja, de rijen sluiten. En achter de linies worden die gewoon... afgemaakt. Zo simpel was het. Of bijkomend ook gewoon speren naar de olifanten spijten. Ja, ja, ja. En de beesten geraken in paniek, draaien zich om. Ze trappen een gans in eigen leger. Dus dat was niet enorm efficiënt. Nee. Ik weet niet of jij dat ooit... Ik heb dat ergens gelezen en ik vind het nergens meer terug. Maar dat er ooit in Germania leeuwen werden ingezet door de Romeinen. Ik heb het één keer ergens gelezen, de anekdote. En psychologisch werkte dat niet voor die Germanen. Want dit is zoiets van... Oh ja, dat zijn grote honden. Hè. Geen hond. Dat zijn een hond met veel haar. Hè. Dus dat zegt mij helemaal niks. Gele dus hond is boos. Ja, als iemand mij kan weten zeggen van waar die anekdote komt, die wil ik graag nog eens bevestigd zien. Ja, Punische oorlogen, we gaan er dan niet te ver op ingaan. Ik ga je hem geven en ik wil hem ook geven aan de luisteraars, want het is heel goed. Je hebt een blog van Jona Lendering, is een Amsterdams academicus over de oudheidkunde en die is steengoed. Lendering. Jona Lendering, zijn blog heet Domweg Mainzer Beoopachter, dus zoek maar Jona Lendering op. Wat dat is iets van het Mutatuli of zo dat hij gebruikt heeft. Een heel slechte naam. Maar zijn stokpaardje is geschiedenis is een wetenschap en dient als dusdanig ook gecommuniceerd te worden. En hij schrijft heel goed, heel interessant. Ook heel entertainend, maar hij duwt op het feit dat geschiedenis een wetenschap is. En specifiek Romeinen of breder? Oudheid, Romeinen, Grieken, Egypte. Wat ook nog mijn ander stokpaard is, het Nieuwe Testament, behandelt hij ook heel interessant. Ja, dat is inderdaad, ik denk, de 3 focussen die ik ken van u. Tweede Wereldoorlog, de historische Jezusfiguur en tijd en Romein. Ja, voilà. Okay. Cool. En dan geschiedenis in het algemeen. Maar dus, Punische Oorlog, Tweede Punische Oorlog, Hannibal trekt de Alpen over en die heeft de Romeinen daar een paar keer, maar echt een pandoering gegeven van je welste. Trasimeense Meer is er één. Daar zijn we nog geweest, Lieven. Ik wist het. Stinkende Meer. Ik was aan het luisteren naar dat verhaal van het Trasimeense Meer en ik dacht van, wacht een keer, we hebben ooit een keer op vakantie geweest. Ik heb u toen ook gemanipuleerd om naar daar te gaan. Ja, ja. We waren op vakantie en Jelle was heel de tijd bezig over een meer. En ik weet nog dat jij ook een keer staan uitkijken hebt over dat meer en u de gedachte gemaakt hebt, hier moeten gewoon nog harnassen. Ja, maar ik heb daar ook gestaan. En ik wist dan van, oké, de Romeinen hebben dan geklemd gezeten tussen het meer en die heuvels. Ja. Mm-hmm. En we zaten aan de andere kant en ik dacht, toen ik wil eigenlijk naar die andere kant gaan. Maar ja, ik kreeg mijn gezin niet mee. En we hadden ook nog andere plannen. En ik kan me daar precies lekkerder ijsjes daar. Ja. Maar dus het leger van Carthago, met Hannibal dus, die hebben het Romeinse leger daar weggeduwd richting dat meer. Die zijn, als ze begonnen vluchten, het meer ingevlucht. Ja, en dan in het verslag staat dat het meer rood kleurde van het bloed van de Romeinse soldaten. Dus dat daar vol lag met... Mayhem, dat moet echt mayhem geweest. Maar wat ik eigenlijk het meeste heb onthouden, of wat mij het meeste is bijgebleven bij die Punische oorlogen, zijn 2 dingen. Dat is 1, de
onwaarschijnlijke veerkracht van de Romeinen om elke keer... als na een die, tegenslag, ja. Ja, man, die verliezen daar 2-3 legioenen. Dus dat is 15.000 De weigering man. Om op te geven is ja, ongelooflijk. Een ja. half jaar later staan die daar gewoon opnieuw. En die hebben opnieuw volk. Ik denk, waar blijven die halen? Dat is ongelooflijk. Maar de weigering om op te geven is waarschijnlijk ook dat de gevolgen falikant... Eigenlijk... Je kunt ook niet natuurlijk, ja. Overgave is dood of slavernij dan. Ja. Ja, ja. ja dat ja. is ook zo. Ja. Ja, ja, ja. Maar het ding waarbij dat je... We zijn pertinent verloren. We zijn verloren en ja. nee, we doen door. Ja. Ja, dus, ja natuurlijk, dat gaat dan weer terug op die maskers die daar hangen. Hè. Ja, ja, die ja. ambitie. Ja. Die ambitie en je moet blijven natuurlijk gaan. Natuurlijk ook wel die arrogantie van die generaals, van die consuls. Want afgevaardigde generaals had je pas later, dus tijdens het keizerrijk... Daarvoor was het eigenlijk de consul degene die het leger aanvoert. Een van de twee consuls. En, maar ook die arrogantie van... Ja, we gaan die eens even een pak slaag geven. En dan zo... Oh shit, die is toch iets beter dan wij dachten. En dan Hannibal die, dan. Hannibal, ja, ja. Maar ze hebben dat met verschillende ook aan de hand. Met de Galliërs hebben ze dat ook aan de hand gehad. Okay. Dus je hebt wel die arrogantie van die politici, die Romeinse politici, die dan... waar er daar van die gasten bij zijn, die dus een heel kamer vol maskers hebben. Ja. En het is dat wat ik zeg, die teren dan op de... prestaties van hun voorouders, maar er dan zelf niks van terecht brengen. Dat is één. Twee, dan die, maar dan als gemeenschap die onwrikbare veerkracht om terug te komen. En dan die besluiteloosheid van Hannibal, want dat is hun chance geweest. Dat is het bizarre. Ja, die heeft dat snap hele je niet. Ik heb dat ook nooit gesnapt. Die blijft daar gewoon rondhangen en die doet niks. Er was een punt dat Hannibal eigenlijk de kracht en de mogelijkheid had om op Rome te marcheren. Ja, en een hele goede kans om te winnen. 50 kilometer vandaan gestaan, hè, en die draait zich om en die gaat een andere kant uit. En blijkbaar wordt er vaak gezegd... zijn doel was om zoveel mogelijk omliggende volkeren... Ja. te vervreemden van Rome... Ja. om ze zo te isoleren en te verzwakken. Ja, en dat is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt, nee. inderdaad. Ja. Maar dat is inderdaad een van de grote mysteries. Hè. Waarom is Hannibal niet Rome binnengevallen... als hij waarschijnlijk de kans had? Ja. Ook weer een moment dat het Rome, zoals we het later gekend hebben... nooit zou bestaan hebben, mocht het gelukt zijn. En goed, dan heb je weer... dan gaat alles over naar die... derde Punische oorlog. En dan is de machtsverhouding weer helemaal omgekeerd. Dan zijn het weer de Romeinen die veruit het sterkst staan. En dat is de tijd van... Was het Cato? Los hiervan vind ik... Carthaginem de Lendam S. Ja, dus ja. Je krijgt een periode waarin dat je weer twee machtsblokken hebt... rond die Middellandse Zee, Rome en Carthago. En sommige Romeinen, waaronder Cato... die voelt die concurrentie, het feit dat Carthago zodanig welvaart is... Er is één verslag, denk ik, waar dat iemand op handelsmissie is... en terugkomt van Carthago en eigenlijk een beeld geeft van de dus rijkdom. Cato met die vijgen. Ja, die gaat in de Senaat, heeft hij een handvol vijgen. Die zei, hey, die zijn gisteren geplukt en die staan nu al hier. Ja. Zo machtig is Carthago al terug geworden. Want dus eigenlijk is dat gewoon pure economische concurrentie. Hè? Meer dan dat is het niet. Hè? Ja, dat is, want Carthago was blijkbaar een immens welvarende stad. Maar, alweer volgens de versie die mij ter oren gekomen is vandaag de dag, militair niet meer zo agressief. Die had meer iets hadden van make economy, not war. Ja. Ja. Maar die Romeinen die dan zien gebeuren, die zeggen van ja, maar nee. Ja, als jij in de buurt van Sicilië komt, kom je te dicht en dat kan een Romein niet laten gebeuren. Ja. Hè. Maar dat einde van die derde Punische oorlog, die... alweer eigenlijk het vuil spel van Rome daarin. Het is weer van, zeg, wij betrouwen dan niet dat je er een vloot hebt. Zeg, ja, geen probleem, alleen maar om te handelen, alle militaire schepen weg. Ah ja, ja, oké. Wij vertrouwen dan ook niet dat je er soldaten hebt. Ah ja, geen probleem, we willen alleen maar handelen, alle soldaten weg, ja, geen probleem. En dan van, ja, je moet wel aanvaarden dat ons leger wel voor je stadspoorten ligt. En zo altijd dat stapje verder gaan van, je moet afgeven, totdat ze op het einde gewoon gezegd hebben van, ah ja, sorry, het was allemaal gelogen, we gaan de boel toch plat slaan. Ja. En het heb ik er niet verdragen dat je een stad hebt, die gaan we ook volledig neerhalen. Wel, er is een mythe rond, maar het zegt wel iets dat ze geloofwaardig genoeg is om aan een Romein te plakken, namelijk de stad verwoest en zout in de aarde gestrooid hebben. Ja. Zodat er geen landbouw meer mogelijk was. Wel, er was op een bepaald moment een belofte en ze zeiden van... ah ja, dat is juist. Het was blijkbaar een veel gebruikte tactiek uit die tijd. Als onderpand willen wij dat de jongeren van uw... Ah ja, gijzelaars. Ja. De jongeren van uw upperclass... De standaard tactieken, die keizer en Gallië ook. Ja. Dat waren geen gevangenen. Hè? Nee. Die werden goed verzorgd, die leefden aan het hof... Ja. Maar natuurlijk is dat wel in die stad van de vijand. Dus je had een slag om de arm. Van ja, vanaf dat je ons aanvalt, je jongeren zitten hier. En dus ze hadden gezegd, als je dat doet, je stuurt je jongeren, dan kan Carthago blijven bestaan.
Ze doen dat. En dan zeggen ze... Carthago mag blijven bestaan, maar je moet 20 kilometer landinwaarts verhuizen. Dus, goed, hè? Dus, en dan zeggen ze... Ja, maar nee, je hebt gezegd dat we mochten bestaan. Ja, nee. Het concept mag blijven bestaan, maar de fysieke de stad... merknaam, het ja. merk Carthago. Je hebt de kleine lettertjes niet gelezen. Mama. Maar de fysieke stad liever niet. En dan heb je ook tafereel die beschreven staan van de wanhoop en hoe de nobelen zich ter aarde gooien en zeggen van ja, maar dat kan gewoon niet. Ah, dan is het oorlog. Ja. Al uw jongeren dood, stad verwoest. En blijkbaar zouden de beschrijvingen van de verwoestingen van Carthago zodanig levendig zijn. Daar waren gebouwen met meerdere verdiepingen. 200 voor Christus. Dat is toch... In Rome ook, had appartementen ja. ook. Hè? Ja. Ja, ja, tuurlijk. Ah, wel, ja, maar zo... Geassocieert dat daar niet mee? Nee, dat is het altijd. Ja. Ik vind, dat vond ik ook altijd tof. Hoe meer dat je erover leest, dingen die je denkt van... Shit, dat is zo... Het is heel radicaal anders, die periode, dan onze periode. Maar hoe hedendaags ook. Ja. Hoe nog maar domweg... Dat magistratensysteem, als je veroordeeld wordt, je kon ook borgtocht betalen. Zo. Heel die dingen die je nu, die systeemjes die nu bestaan in de maatschappij, die toen ook bestonden. Ja. Hoe dat belastingen geïnd werden en al. Wat Dan Carlin ook vaak zegt is, de geschiedenis, de oude tijd, is veel stedelijker dan dat mensen denken. Ja. Zowel qua machtsstructuur als qua gebouwen eigenlijk. Wat mij altijd heeft verbaasd is dat in een tijd, zelfs voor Keizer nog, dat daar al 1 miljoen mensen woonden in Rome. 1 miljoen, ja? 1 miljoen. Damn. Fascinerend. In een heel goed boek, Rubicon, dat was dan eigenlijk die dan met HBO Rome mijn fascinatie heeft aangewakkerd. Rubicon is de titel. Rubicon, de titel van... Goh, is het Goldsworthy? Is dat Goldsworthy? Ik denk dat Goldsworthy is. Nee. Die een boek met dat gezicht op de voorkant? Ja, die je op reis zat te lezen? Ja, maar die lees ik een paar keer opnieuw. Want dat gaat echt over de nadagen van de Republiek. Ja, ja. En daarin staat dat ze dan de ijsboringen in IJsland doen. Om dan te kijken hoe de luchtvervuiling zat. En dan in de periode dat Rome opkomt, zie je dat er gigantische luchtvervuiling is van de mijnen in Spanje. Van de verbranding van het erts te delven. En dat is zo modern. Er was milieuvervuiling. Er was zodanig Rubicon van Tom Holland... Ja, Tom Holland. Ja, oké. Tom Holland van Spider-Man. Ja, die schrijft ook boeken. Dat is ook een Romeinert. Ook een multitalent, zeg. Je hebt Tom Holland en Adrian Goldsworthy. Ja, dat zijn degenen die zo de meeste boeken En Mary Beard is ook heel... SPQR van Mary Beard is heel belangrijk. Ja, maar dat is goed. Misschien zitten we nu wel al in deze fase, in deze chaotische podcast. We zitten in een fase, we weten gewoon niet welke. Hedendaagse schrijver. Dus we hebben dan die Rubicon. En je hebt nog twee namen genoemd, hè? Ik Jona Lendering verplicht te volgen als die interesseert. Jona Lendering als blog dan, ja? Ja, Mary Beard is beschrijft heel fijn en heel toegankelijk. Heeft ook een blog. Ook dichter bij huis, Fik Meijer. Ja. Fik Meijer met Fik een C? F-I-K, het is een Hollander. F-I-K, het is een Hollander. Fik Meijer is een historicus, een academicus, die bijvoorbeeld een boekje, het is niet zo'n dik boekje, een boekje geschreven over gladiatoren. Maar daar wordt uw beeld over gladiatorengevechten helemaal overhoop gehaald. En wat zijn de misvattingen van Asterix en Obelix lezers? Ja, bijvoorbeeld de misvattingen dat elke gladiator sterft als hem vecht. Oké. Okay. Je hebt gewoon te duur. Ja, dat is 5 jaar training. Hè? Ah, ja, dus elke lanista, de lanista is een trainer eigenlijk, maar elke eigenaar, die heeft zoveel geld betaald, niet alleen om die slaaf te kopen of weet ik veel hoe die gast dan bij hem geraakt is, maar ook dan nog 5 jaar heel intensieve training te geven, om die dan gewoon 1 keer te laten optreden en het te laten afmaken. Dat is gewoon... Kan niet. Ja. Dus je had als gladiator ongeveer 80% overlevingskans. Dus dat was niet slecht. 80%? Amai zeg! En alle wijven dat je kon krijgen. Ja. Ze waren er zot van ook. Zelfs de adellijke vrouwen. Dat waren de topvoetballers van die tijd. Dat waren de topvoetballers en dan de vrouwen die er dan af en toe een keer bij mochten. En zo. En hooligans erbij ook. Oh ja, want mijn beeld is, die zaten geketend in een stinkende kerker die naar rattenpis ruikte. Nee. Het zal wel eens vrij Spartaans geweest zijn in de omstandigheden, maar ja, inderdaad, het waren sporthelden eigenlijk. Ja. De helden van de... Heel dubieuze status. Hè? Aan de ene kant zaten die aan het onderste van de ladder, want die waren gelijk met slaven. Het waren slaven. Vechtslaven. Ja. Maar aan de andere kant waren dat echte sportsymbolen. Hè? De status, hoe moet ik dat zeggen? Die hadden een bepaalde status. Ja, hypergetraind ook in een soort macho-cultuur. Echte macho-cultuur. Als je opgeleid bent en ook het in praktijk brengt om anderen
man tot man om te brengen, ja, dan heb je daar... Ja, dus het is ook nooit zo geweest dat je twee gladiatoren in de arena enkel laat optreden. Dan waren er altijd meerdere koppels tegelijkertijd. Ah, oké. Okay. En daar waren overal scheidsrechters bij. Ja. Dat is nooit... Die staan daar met stokken. Die staan daar met stokken. Ja. Pro-wrestling is dat. Ja, 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 ja. Elk duet, dus elk koppel... had een scheidsrechter. Maar goed, je had 80% kans om te overleven. Het was niet de bedoeling dat er altijd een dooie viel, maar er was wel altijd een kans dat er een dooie viel. Ja, 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 het, was niet, ja, ja. Het was niet dat je er twee tegenover elkaar zet en dat je op voorhand afspreekt, wij gaan gewoon even vechten, maar zorg dat er niemand doodgaat. Er werd wel genade gevraagd door de gladiator, ja, die pakt je te snee in je been. Er was wel een formeel moment dat er wel aan... Word ik vermoord of niet? En de organisator en degene die... En als ze wat geld over had, als ze genoeg geld had, of als genoeg geld betaalde aan de eigenaar van de gladiator, oké, dan kap hem maar, het zijn, ja, kap maar af. En dat, we zien dat ook wel een keer graag. Ah ja, oké. Maar het was geen doel op zich. En het is volgens mij veel gestileerder dan twee zotten die op elkaar liggen rammen met een drietand. Ja. Okay. Ja. En het was show, hè. Dus die werden ook getraind om die bewegingen ook heel, heel uitvoerig te doen. Dat moest show zijn, hè. Ja. Het bleef nog altijd spektakel. Zoals de Amerikaanse catch. Het heeft iets pro-wrestling, meer dan dat het echt zo op leven en dood gevoel is. Ja, maar als je weet dat er een kans is dat je echt gemold wordt, hoeveel tijd neemt je dan om een sierlijke zwaardzwaai voorhand, als de scheidsrechter er nog stutsen staat, dat je er zo Mortal Kombat gewijs staat te dansen, ik weet het niet. Ja. Ja. Nog een andere misvatting is duim omhoog, duim omlaag. Is iets van de... We weten het gewoon niet. We weten het gewoon niet. Er is een handgebaar, iets met een vinger, maar we weten niet eens te mogen of omlaag. Ja, nee. En dat komt van een schilderij wat er ergens is afgebeeld, waar zo ene staat, waarbij dan iemand anders moet beslissen. De keizer dan zo gezegd. Ja. Maar zelfs in de keizertijd was het nog niet zo dat de keizer altijd besliste. Meestal was het volk dat besliste. Ja. Dus er werd geapplaudisseerd. Men vermoedt dat meestal met applaus is dat het werd gedaan. Handenklappen bestond wel al. Ja, ja, ja. Okay. En dan werd er ofwel werd er geroepen, hè. Je had jugulé, dat is snij hem de keel af, ofwel mitte, laat hem gaan. Okay. Dus dat werd er dan geroepen. En als hem dan dood was, ook nog een beeld dat ik maar recent kende. Je hebt dat dan... Ja, dat is de facet dat wij een beetje onderschatten, maar hoe doorwrocht dat die cultuur is van godsdienst en van mythologie. Ja. Daar staan dan een soort duivelachtig, denk Charon, denk ik. Of Charon, ik denk dat Charon is. Het is Charon die er staat, ja. Een van de dudes die de lijken naar de onderwereld trekt. En dan is dat met een namer verkleed. En dan trekken ze het lijk met een haak door het zand. En om zo afgevoerd te worden. Maar die Charon staat daar met een hamer. En die geeft daar eerst nog een mot op om zeker te zijn dat hij dood is. Het is echt foos. En het ding van het volk wil bloed zien, dat klopt ook niet volledig. Omdat je eigenlijk in de voormiddag zeker, waren dan de doodveroordelingen. Het jachttafereel eerst, ter doodveroordelingen, dat was de middagactiviteit. En dan de namiddag was het gladiatoren. En dat was over de middag, het is daar te warm. En ik denk dat Plinius erover schrijft dat doen we niet. Dat is te gaan we niet naartoe. Zodat mensen die daar dan op een hele leuke, creatieve manier in een mythologisch tafereel ter dood veroordeeld werden. Dus die gaan dan in die zon gaan zitten. Ja. De gladiatoren gevechten op zich. Dus dat is het hoogtepunt van was de dag. Was dat daar ook dat ze het amfitheater helemaal onder water konden zetten om de zeeslag na te spelen? Van het Colosseum is het niet geweten of het kon. Er zijn wel Circus Maximus. En er worden ook kunstmatige meren aangelegd, maar dat werd wel gedaan. Dus, of bestaande meren en daar tribunes rondbouwen. Ik denk dat Augustus zo'n theater heeft laten bouwen. Ja, ja. En dat waren omagea, dat echt veldslagen navechten met boten. Dus en zuiver acteren of ook echt op elkaar matsen? Ook op elkaar matsen. Ja, gladiatorengevechten, maar dan op en een paar water. Doden ook die vallen. Ja, natuurlijk. Okay. Moet levend echt zijn. Moet een beetje doden bij zijn ook. moet wel echt mogelijk. Ik vind dat ook wel heel knap, dat ook heel erg geritualiseerd en gestructureerd is, die gladiatoren. Wij denken altijd, dat is gewoon twee gasten die tegen elkaar zitten te vechten. Maar dat is, zoals Jelle zegt, hè, je hebt eerst die voormiddag de jacht. Altijd venatio, dus altijd... En dat werden dikwijls waren dat jagers, echte jagers. Dat visje van Werchter Classic. Dat is een goeie visje, hè. Ja. Op de middag de ter dood veroordelingen. Wat deden de jagers in de arena? Wel, ofwel waren dat dus... lieten ze dan daar een paar stieren los en die moesten dan gedood worden. Of, en hoe
later in de tijd dat die dingen ingeburgerd geraken, hoe exotischer de beesten werden dan. Okay. In het begin waren dat lokale dieren, hè, everzwijnen, stieren, wat wolven of zoiets, of een beer. Maar dan beginnen ze met, met dat zij die veroveringen, dat verder weggaat, beginnen ook exotische dieren te komen. En dat waren soms professionele jagers, maar ook ter dood veroordeelden. Die dan kreeg je dan zo een speerken en dan moet je daar een hele troep van die gigantisch bloeddorstige wolven te lijf gaan. Maar dat was echt altijd mooi afgeleid van, dit is het. Het is altijd jacht. Dus dieren tegen, of dieren onderling. Dat werd ook gedaan. He, dus bijvoorbeeld een beer en dan lieten ze daar een stel wolven op los. Van dat soort dingen. Spektakel. Ja, altijd. Ja. En dan op de middag ter dood veroordelingen. En dan in de namiddag... Maar ook op een ludieke manier. Bijvoorbeeld, ludiek, we gaan wel een mythe uitbeelden van bijvoorbeeld Europa die verkracht wordt door de stier. Dat gaan we dan ook gewoon tonen. Ja. In toneelvoorstellingen, als er een acteur stierf, dan al de gewone ter dood veroordeelden. Je vervangt een spelende acteur door de dine. En je gaat echt wel een doodstrijd zien. Je gaat iemand zien dat de keel wordt overgesneden. Method acting. Behoorlijk method. Want je spreekt nu over Europa die verkracht wordt door de stier. Waren er vrouwen ook bij gladiatoren of ter dood veroordeeld? Ter dood veroordeelden. Nee. Als je raam moet geraan. Er zijn wel vrouwelijke gladiatoren geweest. Ja. Maar dat was meer als curioza dat ze dat deden. Ja. Ik zit nu ook zo voor mij, iedereen heeft dat wel al eens meegemaakt, zo een lokaal feestcomité die een festival moet organiseren. Ja, en hebben we met dan al een frietkraam voor daar te zetten? Dat daar ook zo, dat je zo, vijf frietas rond een keukentafel. Zeg, en hebben we dan al ter dood veroordelen voor op de middag? We gaan toch geen middag zonder ter dood veroordelen? Dan moeten mensen wel niet pijzen. Amai zeg, ik ben nog een keer geweest hier de stad hier nevens en die hadden niet één of een ter dood veroordeeld. Nee, maar je hebt zo van die agents die dat allemaal organiseren, hè? Impresario's, hè? Dus die gasten die niks anders deden dan dat soort dingen. Ja, dat bedoel ik met dat hedendaagse, dat facet. Ja, dat is zo. Dat gebeurt niet zo, maar dat is allemaal georganiseerd. Dat is op een heel efficiënte hedendaagse manier eigenlijk. Dat werd contractueel afgesproken. Jij mocht zoveel gladiatoren laten optreden en dan gaat u dat zoveel geld kosten. En dat wordt dan geregeld. Ja. En was dat ook, als er te weinig oorlog was, dat er een beetje een tekort kwam aan instroom van slaven en goeie vraag eigenlijk. Je kon ook vrijwillig gladiator worden. Of, als je door schulden, hè? Ja, of door schulden, ja. Je kon jezelf tot slaaf laten maken, eigenlijk. Het persoonlijk faillissement van die tijd. Ja. Okay. Ja. En dat was slavernij of gladiator worden wel een optie, ja. Okay. Maar sommigen hebben het voor de kick gedaan. Hè. Er zijn er een paar bij die dat voor de kick deden. Ja. Maar... En dan dus, wacht zo, want we zijn nog aan een advies bezig. Hè. Jacht voor de middag. Op de middag vergasten wij u op ter dood veroordelen. En dan het hoogtepunt van de dag. En dan voor we naar de mosselsoep heen gaan. Namiddag of was dat avond, gladiator? Namiddag, denk ik. Namiddag, als het dan niet te warm nummer zal zijn waarschijnlijk. Ja. De uur weet ik niet. Nee, voilà. En dan gladiatorengevecht en dan was het klaar. Dan konden we dat En wagenrennen, wanneer was dat? Of was dat iets totaal anders? Apart, goh, dat is iets apart. En dat was eigenlijk... Het populairste. Ja, dan moest ik daar straks op weg naar hier aan denken. Eigenlijk waren wagenrennen veel populairder dan gladiatorengevechten. Ah. Ja. En het verschil was ook... Wagenrennen, dat was zo groepssupporters. Dat is zo het verschil tussen... Dat had je met gladiatoren, je hebt daar individuele mensen. En die hadden ook... een mythische status na een tijd, die waren zeer populair. Maar dat is zo het verschil. Je supportert voor een voetbalclub en dan zit hem in een hele hoop. Ja. Of je hebt een tennisser die jij geweldig vindt. Dat verschil is dat. En je had dan bij wagenrennen, dat geldt vier kleuren. Hè. Je had de wit, rood, blauw en groen. Dat is altijd zo geweest. Vier, En dat was altijd in groepen. En dan kreeg je de boel. Hooliganisme. De groenen hebben weer tegen de blauwen gevochten op straat. En dan waarschijnlijk, ik kan mij voorstellen, bij die wagenrennen dat je ook wel regels hebt, maar dat daar ook wat... Of mochten die elkaar kapot brengen? Heel dat ding met die spiralen erop zijn, waar dat je ze... Ja. Dat bestaan niet. Die messen die zo... Nee, dat is zo. Met dingen met Ben Hur daar. Dat is onzin. Dat bestond niet. Ah ja, toch niet in de sport. Er waren regels. Hoeveel laps dat je kon doen. En er waren ook populaire plaatsen. De bochten zaten de rijkste, omdat daar de tofste dingen te zien waren. Qua crashes. Vallen en kapot. Maar om maar een idee te geven van de populariteit. Ik geloof het Colosseum, daar komt 60.000 man in. Is het zoiets? 40, 60, ja. Maar het Circus Maximus,
250. Ah, is dat? Ja, dat weet ik. Ja, niet. Dat is een gigantisch ding geweest. Ik moet er nu voor liegen, hè, maar dat was veel meer. Wat was de afstand tussen de twee bochten? Want het is echt een hele lange ellips. Het is gigantisch. Ik zou het niet kan neerschatten, maar als je in Rome het is vrijgemaakt, het is een heel groot grasveld. Ja, het is heel indrukwekkend. Dus, het is twee voetbalvelden. Ik weet, makkelijk. Makkelijk, ja, het is gigantisch. Ja, en het coole is ook, als je dan de maquette van Rome bekijkt, ook nog een aanrader straks, Museum voor Kunst en Geschiedenis. Oh, ja. Heel interessant. Waar? In Brussel. Ah, ja. Hebben een gigantische, er zijn maar twee zo'n maquettes ooit gemaakt door die architect. En dat is een gigantische maquette van Rome. En daar zit Circus Maximus. En daar, dat ligt aan de Palatijn, ja, aan, waar het keizerlijk paleis stond. Dus die dat, qua loge kon dat wel tellen. Dat die kon zo van bovenuit kijken. Dan zo. Dat is heel cool om te zien. En ook nu is dat grasveld. Dan denk ik, in Rome, man. Wat ze daar laten liggen aan appartementen en aan grond. Ja. Nu denk je als Crassus. Ja, maar ik vind dat eigenlijk zot. Want veel is dat niet te zien. Behalve die vorm en die grootte. Ja. Dus dat is nog een maar paar toch blijft stenen. Dat indrukwekkend. Enorm. Ja, absoluut. Maar een van de hakken en takken die we nog niet gehad hebben, die daarnet heel kort vernoemd is religie. He, dus je hebt daar bij die gladiatoren heb je gezegd van ja, die onderwereldfiguur komt daar iemand weghalen. Je zit met een soort meer godendom. Heb je daar dan ook klans in? Van wij zijn meer van Jupiter en wij zijn meer van. Nee. Het is heel opportunistisch. He. Ja. Het is niet. Het is eigenlijk niet zoals christendom, waarbij je Christen zet en je beleidt het. De uitspraak is bij het offeren do udes. Ik geef op dat jij zou geven. Het is eigenlijk van, ik doe iets voor u. Hier is een inderdaad gesneden duif de keel over. Ja. Maar ik wil wel iets terug. Dat is zaken doen. Zaken, de pragmatiek van de Romeinen zit ook in hun godsdienst. Absoluut. Okay. En de verschillende goden hebben dan elk hun eigen functie. Over... Ja, maar die hebben ze gewoon afgekeken van de Grieken. Ze hebben eigenlijk hun goden... Ik denk dat zij in iets meer... In het begin, denk ik, een iets meer animistische cultuur hadden. Zo, hoe zal ik dat zeggen? Elke rivier is een godheid, bij wijze van spreken. Elk natuurfenomeen is een godheid. Ja. En dat is dan geëvolueerd. Ze hebben dan eigenlijk gewoon meer de Griekse goden overgepakt en een beetje geromaniseerd. Dus Aphrodite is Venus geworden. Ja, Zeus is Jupiter geworden. Ja. Ze zullen zelf een oppergod hebben gehad en een god van de bliksem en donder waarschijnlijk. Ja, ja. Maar heel hun mythologie is één op één die van de Grieken. Ja. Maar Jelle, wat jij ook wel eens doet als wij op reis zijn, dat is uit Lego tempels bouwen. Echt? Of wel? Ja. Dus dan opeens, ja, dan ligt er dan wat Lego, de kinderen zijn bezig. We blijven elk om beurt een keer bij de kinderen en dat speelt een beetje mee. En Jelle begint dan een Lego-tempel te bouwen. Maar je krijgt dan ook wel de volledige uitleg van ja, en hier heb ik dit op deze manier gebouwd, want daar kan dan dit offer opgehangen worden. Van de laatste tempel die je nu in Frankrijk gebouwd hebt, wat herinner je nog? Welke historisch correcte artefactjes heb je erin gestoken? Ik weet niet, ik denk wel zo dat een tempel ook wel multifunctioneler was dan enkel een godheid aanbidden. Want het was het huis van de godheid en het beeld staat vanachter in de tempel. En dat het altaar buiten de tempel staat, daar waar dat geofferd wordt. Ja. Dat was historisch correct aan mijn tempel. En ook als soort bewaarplaats voor schatten van veroveringen. Werd dat werd ook als staatsarchief ingezet. Zeker dat van Jupiter. Ja. Ja. Ook als opslagplaats voor schatkisten en voor de staatskas en dat soort dingen. Dus het was wel multifunctioneler dan enkel de kerk. Een beetje cultureel centrum ook zo. Ja. De senaatsvergaderingen vonden niet altijd plaats in de senaatshuis, maar ook in tempels. Ja, afhankelijk van soms van het thema. Hè. Als ze oorlogsdiscussies hadden, dan werd dat bijvoorbeeld in de tempel van Bellona gedaan. Dat was ook een oorlogsgodin. Okay. Ik geloof zelf mensen gevangen zetten in tijdelijke, want ze hadden geen gevangenissysteem eigenlijk, de Romeinen. Dat vind ik ook nog iets heel fascinerend. Ja. Bijvoorbeeld in de Catalinarische zit dat. De mensen werden dan van adel. Ja, ze hadden geen gevangenis. En dat is gewoon even tijdelijk voor iemand vasthouden voor te vermoorden. Maar met de mensen van adel doe je dat niet. Die werden ofwel verbannen ofwel vermoord. Maar gevangenissysteem hadden ze niet. Maar om tijdelijk iemand in bewaring te geven, konden ze bijvoorbeeld bij een maat ergens van adel in zijn huis bewaard worden. En die moest hij dan bewaken of gesteekt die in een tempel bijvoorbeeld. Okay. Ja. Maar gevangenisstraffen is geen concept. Nee, en ik vind dat. Ik had een paar jaar terug een boekje gevonden. En dat heet Murder is not a crime in Rome. Dus moord als concept, als misdaad, bestond niet. Is dat? Dat wist ik niet. Ja, omdat de pater familias, die heeft de absolute macht over al zijn gezinsleden. Dat heeft mijn vrouw mij trouwens ooit verteld. Je kunt in België voor elk wettelijk stelsel ter wereld trouwen. Dat gaat. Jij mocht bijvoorbeeld zeggen van hey, ik vind de Indische wetgeving veel interessanter dan de Belgische. Mocht jij volgens de Indische wetgeving huwen. Okay. Dat is één uitzondering.
geen Romeinen. Dat mag niet. Waarom niet? Omdat jij als man de absolute macht over leven en dood van je vrouw en je kinderen hebt. Okay. Dus jij kunt als man beslissen, mijn vrouw staat mij niet meer aan, ik verkoop die. Of ik maak ze van kant. En je kunt dat met je kinderen ook doen. En die absolute legaal. Macht... Legaal. Standaard bij de geboorte werd het kind aan de vader aangeboden. Ja. En moest hij beslissen, laten we het leven of niet? Ja. Dat, gezellig. Ja. Dat en... zal vaak wel ja geweest zijn. Maar dat kon ook eens niet worden. In de praktijk had hij die altijd rechtelijke... Ja. Dus als jij dan iemand vermoordt... uw vrouw, uw kinderen of een ander familielid... wat ook in uw clan behoort... dat was geen moord. Okay. En tegenstanders dan? Politieke tegenstanders vermoorden? Politieke tegenstanders, dat werd over het algemeen niet gedaan. En als je bijvoorbeeld slaven of plebeiers of zoiets vermoord, dat mocht, dat was geen misdaad. Want dat waren lagere mensen. Dat was geen probleem. Er was ook blijkbaar een regel als een slaaf zijn meester vermoorde, dat alle slaven van die meester... Dood moest. Ik weet niet of het een algemene regel Jawel, dat was wel een regel. Ah, okay. Ja, dus als een slaaf zijn meester vermoord, werd heel het huishouden uitgemoord. Dus je wist dan, ik kan hem nu wel doodslaan, maar dan gaan al mijn collega's slaan. Dat was eigenlijk als afschrikking bedoeld. Als jij dat doet, dan weet je wel dat ook u... Ja, want sommige slaven hadden dan zelf hun eigen gezin daar binnen die gemeenschap. Dan maken wij uw kinderen en uw vrouw er ook... Bijkomend wettelijk overslagen van een verklaring, een juridische verklaring van een slaaf, is niks waard als ze niet onder foltering is gebeurd. Ja. Damn. Ja, moest foltering bij zijn. Ja, die telde anders. Anders telt dat niet. Nee. Oh, okay. Want een slaaf die zonder foltering zijn meester verraadt of zoiets, die werd ter dood gebracht. Sowieso. Want dat was verraad, dat mocht niet. Okay. Je kon niet bijvoorbeeld zeggen als slaaf... ik weet dat mijn meester die in het zak gezet heeft... of die heeft laten vermoorden. Als je dat deed, gedaan. Okay. Dat ging niet. En als de staat iemand liet ombrengen... dan was dat ook geen moord. Dus dat concept moord bestaat bij de Romeinen niet. En gewoon omwille van het feit dat je dat paterfamilias hebt. Ja. En het enige probleem dat ze hadden is inderdaad dat wat jij zegt. Als jij iemand van gelijke klasse vermoordt, ja. Je kunt dat bewijzen. Dan is er wel een probleem. Dus maar... Keizer is wel vermoord eigenlijk. Keizer is wel vermoord door zijn politieke tegenstanders. Dat is een van de, een van de weinige momenten Maar jij gaat bijna nooit iemand vervolgen van de adel. Want En dat was eigenlijk ook vrij snel handje klap met Brutus en Marcus Antonius. Van hoe gaan we dat hier nu regelen? Want dat is een ganse erfeniskwestie voor de testament van Keizer. Het was een hele catch-22 waar die mannen in zaten. En dat was gewoon dan onderhandelen over dat testament. Ja. Waaruit die moord dan eigenlijk ook een beetje... Het is goed, die moord, dat is... en die mogen doen, Brutus. Maar weet je, dan gaan we wel Marcus Antonius iets geven met testamenten. Ja. Het feit dat we zo kleurrijke verslagen hebben van Julius Caesar en vlak daarvoor en vlak daarna, is dat omdat dat ook de boeiendste periode was? Of omdat er daar bronnen van zijn die echt de intrigue zelf meegeven? Dat is een historisch heel rijke gedocumenteerde periode. Ja, ik denk dat vooral en dat is. Gelukkig ook de meest fascinerende... En dat is de kip of het ei, is het fascinerend om daar maar veel over te weten. Dat is een beetje moeilijk. Dat is de moeilijkheid. Het is heel goed gedocumenteerd. Als je verder teruggaat in de Romeinse geschiedenis, dan zijn er ook wel documenten en verslagen van. Maar dat is... mythologisch. En dat is eigenlijk Livius die dat geschreven heeft. Merkt, is dat eigenlijk... Ik weet niet wanneer dat Livius geschreven heeft. Denk de tijd van... Keizer, zou ik denken. Augustus, denk ik. Dat is Virgilius zeker. Ja, maar in ieder geval, wat je vooral merkt, dat zijn dan heel veel mythes over ontstaansgeschiedenis en vooral heel veel projectie van wat er toen de geschiedenis was op dat verleden. Dus er is weinig betrouwbaar historisch materiaal. Klopt. Wat ik daar ook frappant aan vind, is dat Keizer is een van de, zo niet de meest klinkende naam uit de geschiedenis. Dat hij ook eigenlijk bijna alles gedaan heeft met die ambitie. Dat was een beetje het doel van zijn leven. Je hebt één verslag van Keizer waar dat hij voor een beeld van Alexander de Grote staat. En weent, ja. Dat is een 32. En dan zegt hem, op die leeftijd had een ander al een heel rijk en ik heb nog niks. Ja, voilà. Ja. Dus hij was 32 en hij staat bij dat beeld en hij zegt van... Kijk, Alexander de Grote was op mijn leeftijd al een wereldleider. Hoe moet ik er in godsnaam in slagen om ooit zo'n grote naam te worden? Omdat dat het enige doel in zijn leven was. En hij moest blijten van het idee dat hij misschien niet ging lukken. Mm-hmm. Maar het feit dat hij wel gelukt is, met dan heel veel chances op het juiste moment en ook natuurlijk de enorme drive. De dikke pech op het einde. Die dikke pech heeft er... pech heeft nog altijd de legende geworden die hij wil worden. Nee, ja, maar ik, wat ik grappig vind, op het Forum Romanum waren dus zogezegd
het graf van keizer of de tempel van keizer stond, daar worden nog elke dag bloemen gelegd. Ja, ja, daar liggen altijd bloemen. Dus daar waar keizer is gecremeerd, worden elke gecremeerd dag bloemen door mensen gelegd. Elke 2022. Ja, ja, ja. Ja, ja. Damn. Ja. Dat vind ik zo het grappige, het interessante aan keizer is. En daarom is keizer ook niet echt mijn topfavoriet. Ik heb het iets meer voor Augustus. Omdat die was een veel geslepener politicus dan keizer. Keizer was zo ambitieus, was een hele geniale generaal. Maar dat was het ook, dat was een militair. En wat diplomatiek. Hij heeft de intrigue wel gespeeld in Rome. Ja, maar hij heeft daar zijn hand over gespeeld. Dus die is dan beginnen, zo van, ja, maar ik ga consul voor het leven, en dan ga ik dit, en dan ga ik dat, en dat, uiteindelijk dan dictator voor het leven. En dan zijn er zo mensen bij die zeggen van, hey, maar dit begint wel erg fel naar koningen te ruiken. En als ze daar in Rome een allergie voor hadden, dan was het wel voor koningen. Dat vond ik frappant, hè, van, hij wil koning worden, dat was het grootste verwijt. Dat is een gigantisch taboe, hè? Ja, ja. Daar moest je niet mee afkomen. Nee. Ja. En hij heeft dan een paar keer proberen te milderen door, zogezegd, door Marcus Antonius hem een kroon te laten aanreiken tijdens de Spelen, die hij dan heeft afgewimpeld voor de ogen van het publiek. Maar dat heeft niet geholpen. Wat een show. Dat is ook heel hedendaags, die PR-stunts die organiseert. Ja, dat was hem wel heel goed in. Maar dan vind ik, als je dan ziet, daarop volgend, je hebt dan heel die machtsstrijd tussen Marcus Antonius en Octavianus, dus Augustus later. Augustus, ik had vroeger altijd een beeld van, dat was een hele zachtaardige. Dat was gewoon een brut man. Die kerel was echt gewoon gewelddadig tot en met in zijn jonge tijd. En die is pas gemilderd op het moment dat... Je kunt daar geen bewondering voor hebben, want dat is echt een sociopathische zot. Maar ja, die was zo cynisch, man. Vermoorden, echt waar. Dus, het doel heilig te middelen. Maar ja, kijk, Cicero was een vriend van Augustus. Augustus, stiefzoon van keizer. Het zoon van een nicht van keizer, denk ik. Ah, voilà. Zijn nicht. De achterneef en na de dood in het testament geadopteerd. Maar ook bij leven al geadopteerd bij keizer? Bij testament. Bij testament. Ja, ik zal ervan geweten hebben, maar dan is pas uitgekomen. Ja. Adoptie was ook een politiek middeltje. Dat mocht, hè? Zo adopteren en dan vanaf nu erfenis. Maar niet alleen politiek, dat was heel gewoon om dat te doen. Maatschappelijk ding, ja. Ja. Ja, dus dat was en je was ook de zoon van, hè? Ja. Je zat dan ook werkelijk. Het gewoon, dat bedoel ik. Zoon van had hele vele rechten. En je mocht dat gewoon juridisch-administratief via adoptie regelen dan. Ja, en je eigen perceptie is ook, ik ben zoon van. Ah, dus in de afstamming van de wassen maskers. Ja, zeker. Ja, Dat ook al leven uw biologische ouders nog, maar je bent dan geadopteerd door iemand anders, dan is dat uw vader. Mijn vader. Keizer is dan later vergoddelijkt. Hij noemde zichzelf, ik ben Filius Divi, de zoon van een god. Ja. Okay. Dus voor je eigen propaganda was dat niet Wel, en het probleem was met keizer is, die heeft heel openlijk zijn ambitie tentoongespreid. Ja. Die heeft heel duidelijk gezegd van, kijk, die republiek, dat marcheert hier niet meer. We gaan dat anders moeten spelen. En die heeft dan al die posten naar zich toegetrokken. En dat viel slecht. Wat heeft Augustus gedaan? Eens als die aan de macht komt, die heeft dan in het publiek gezegd, we gaan alles terug naar van ouds brengen. Dus we gaan al die cursus honoris terug helemaal in elkaar steken. En consuls en pretoren en zo. Dus geen keizers meer, terug naar de democratische republiek. Dat is letterlijk, ik ga de republiek herstellen, zei de dictator. Ja. Wat het volk, wilde. De topklasse ook wou, absoluut. Ja. Maar wat deed hem dan ondertussen? Overal op al die posten zijn mannetjes benoemen. En er werd geen enkel beslissing meer genomen. Er werd niemand kandidaat gesteld voor consulschap of iets anders zonder zijn toestemming. Maar hij was officieel zonder functie. Hij had geen officiële wettelijke functie waarbij hij als dictator werd benoemd. Hij had gewoon zijn vrienden op de juiste posities en enkele sleutelposities voor zichzelf permanent. Ja. Zijn het vetorecht... permanent, waardoor je eigenlijk gewoon alles kunt blokkeren. De wet bepaalt. Ja. Ook Egypte was zijn persoonlijke eigendom. Ja. Wat dan de graanschuur van heel de Romeinse wereld was. Ja. Wat dan legioenen gelegerd waren. Dus, en hij noemde zichzelf dan de princeps. De eerste onder mijn gelijken, onder mijn medesenatoren. Princeps inter pares. Ja, de primus inter pares. Ja, maar princeps is denk ik ook dat ook de eerste dat betekent. Zijn de eerste, want... En dat is en een lid, heel belangrijk, wat daar latere keizers heel veel fouten in gemaakt hebben. De senaat in de waan en in hun waarde. Ja. Ik wil deze functies neerleggen. Ik wil de republiek herstellen. En klopt. De senaat mocht zeggen, nee, o nobele Augustus, alsjeblieft, blijf ons leiden. Een soort Stalinistisch gedoe. Ja. Window dressing, hè? En dat is gewoon puur window dressing. Blijf de senaat paaien. En alle
de Caligula's en de Nero's en de Domitiani. Ja. Al die mannen hebben de PR-fout gemaakt om tegen de Senaat in te gaan. Ja. Ja. Gewoon te zeggen van de Caligula, van mannetjes toch, senaatjes te kloten. Dat is een fictie van Augustus. De Republiek is al lang dood, dat mag je niet doen. Nee. En het zijn die verguisd zijn achteraf of vermoord door de Senaat. Behandelt ze gewoon als hun gelijken. En we spelen die fictie de hele tijd. Ja. Ook al zijn hij de baas, maar dat mag je niet zeggen. Wat dat voor mij ook weer een moment was van het verschil tussen idolatriegeschiedenis of echte handen in de kleigeschiedenis. Heel dat Cleopatra-verhaal, dat dat ook gewoon één machtsspel van keizer is. Dus natuurlijk. Cleopatra wordt... Ik ben echt groot geworden met dat beeld van Cleopatra als een soort mythische, beeldschone, Egyptische farao-vrouw. Wat blijkt, dat is een Griekse, denk ik? Of Macedonische, een Griekse, ja. Een Macedonische. Ja. Een Macedonische. En eigenlijk is die dan aan de macht gekomen omdat keizer haar geholpen heeft om haar broer uit de weg te zetten. Ja, ze was getrouwd met haar broer. En dat was daar de constante machtsstrijd. En dan is keizer daartoe gekomen. De jongen is in de Nijl verdronken. En dat was Cleopatra aan de macht. Voordat keizer echt aan zijn top stond, denk ik. Hè? Is dat toen in de macht? Nee, dat was na... Nee. Dat was na de, Pompeius is verslagen. Dat is juist... Pompeius wordt vermoord in Egypte. Hij gaat naar Egypte. Hij komt daartoe. Ze geven hem het hoofd van Pompeius. En ze denken, gaat hij leuk vinden? Zijn vijand. En hij zegt van, ah, Gulder, durft hij een Romein vermoorden? Hoe durft je? Dus ook weer één groot spelletje. Het eergevoel. En dat doe je niet. Dat is een Romeinse man vermoorden. Jullie als Egyptisch krapul, excuseer. Dus die mensen heeft hij dan ook de kop laten afkappen. Dan heeft hem Cleopatra aan de macht gebracht. Het verhaal van het tapijt waar ze dan in Keizers paleis werd binnengesmokkeld. Dat gaat eigenlijk over het feit dat zij angst had voor de troepen van haar broer. Ze was gaan vluchten, ze was in ballingschap. En ze wou natuurlijk een Romeinse medestander hebben. En dan is zij binnengesmokkeld in zijn paleis in een tapijt. Heeft ze hem verleid en zo is het... In Egypte. Okay, en dan heeft ze keizer verleid en die dacht, dat klikt hier die wel. Die dacht van, ik heb hier 10 jaar in Gallië gezeten in de sneeuw met man van die verte vent. Dit is wel iets leuker. En dat is ook... Het weer is ook beter. Er wordt ook, ja, echt. Want dan heeft ook een reis op de Nijl gemaakt. Mooi en zijn gezegd, troepen die ook even dan oorlog in Alexandrië gehad daarbij. En dan heeft hij hem even zo pensioen gedaan. Even ertussenuit. Ja. En dat, want zijn troepen die ook zeiden van... hallo, het zijn er nog wel... Pompeius en zijn zoon loopt nog rond. En er is wel nog wat werk aan de winkel. De vijanden zijn nog niet allemaal verslaan. Ja. En dan heeft hij Cleopatra, dus, die hem eigenlijk nodig had om de broer weg te schuppen, die heeft hij dan meegenomen naar Rome ook, denk ik. Hè? Zij is, op het moment dat hij vermoord is, is zij op vakantie. Met zijn zoon, hè? Caesarion heeft ook een kind gemaakt met haar. Ja. Die Augustus heeft dan later Caesarion laten vermoorden, uiteraard. Tuurlijk. Hoe werkt dat anders? Iemand die aanspraak maakt op de erfenis van zijn vader. Game of Thrones, eigenlijk. Ja. Doet die maar dood. Dus de bewondering van bepaalde politici voor Augustus kunnen dat altijd misplaatsen. Oké, daarna heeft hij dan wel de vrede gebracht. En dat is zelfs meer dan propaganda. Dat klopt ook wel effectief. Maar begrijp me niet verkeerd. Ik vind Augustus een hele knappe politicus. Maar nee, dat wil zeker niet zeggen. Nee. Dat ik wil die disclaimer er altijd een beetje bij doen. Dat is helemaal waar. Hè. Je hebt volkomen gelijk. Jonas Gerhard heeft me ooit eens, en dat klinkt zotter dan dat is, een Romeinse munt cadeau gedaan. En dat is niet dat zo... Dat is haalbaar. Hè. Er zijn er veel. Ja. De Romeinen hebben een consumptiemaatschappij. Er is heel, heel veel. Dus. En er zijn, denk vorige maand is er ergens een das, dus een dier, een das, die een Romeinse schat opgegraven heeft. Die graven het op, dus het is makkelijk. Ja. Maar het is geen Oreus, het was een bronzen munt. Dat is allemaal haalbaar. En ik vroeg me van, ik wil je een kopen... Wat is je favoriete keizer? Ik zei, geen één. Dat zijn allemaal klootzakken. Dus ik heb dan Claudius gekregen, wat heel fijn is. Maar ik wil die bewondering. De fascinatie is iets anders. Maar bewondering daar heb je volkomen gelijk in. Ja. Dus fascinatie, maar geen idolatrie. Ja. Nee, zeker niet. Welke originelen hebben jullie gelezen? Dus de schrijvers van toen? Of heb je daar favorieten in? Ik heb alleen op school in de originele taal gelezen, maar nu lees ik alleen maar vertalingen. Ja, Bella Gallica heb ik gelezen. Catharinaris redenvoering, veel van Plinius over de Vesuvius. Wacht, we gaan daar misschien wat meer uitleggen. Ja, sorry, dat is heel inderdaad name-dropping. Ja. Bello Gallico is keizer die schrijft over zijn eigen veroveringstochten in Gallië. Ja, pure die, propaganda. Voilà. Ja. Die, heel cool. Want dat is ook iets... Het feit dat die verslagen naar Rome gestuurd werden en dat die daartoe kwamen als...
eigenlijk een beetje als een soort feuilleton. Hè, van ja. De nieuwe Marvel-film is uit. Er is een nieuw verslag van Gallië. En natuurlijk, als je het zelf schrijft, dan klopt het nog een beetje goed op. Zodat je echt wel een beetje een heldenstatus krijgt. Ja. Maar je kon ook geen totale bullshit schrijven. Want zelfs de zonen van je concurrenten zitten ook bij u in je leger. En geven ook verslag. Dus je kunt het oppompen of een beetje informatie weglaten. Maar feitelijkheden zijn feitelijkheden. Ja, klopt. Zijn inval is twee keer naar Groot-Brittannië gegaan. Was een fiasco eigenlijk, heeft er niks uitgehaald. Dat was eigenlijk een beetje de maanlanding van hun periode. Ik heb er ook over geschreven van dit, een nieuw eiland waar mensen ogen in hun handen hebben. En zo van, dit is een bizarre beschrijving. Dat was een hoogtepunt aan propaganda. Dat was eigenlijk pure propaganda, heeft er niks kunnen verwezenlijken. Trouwens, een nieuwe tak ontwaart zich in mijn ooghoek. Het feit dat struisvogels onder een kop in het zand steken... is ook een Romeinse schrijver. Plinius, dat zal Plinius waarschijnlijk zijn. Plinius die schreef over dieren en die een hele hoop misvattingen... Want uiteraard in die tijd, dat land daar aan de andere kant van de Middellandse Zee en daar ligt een heel continent aan en allerlei zotte beesten. En dus over struisvogels had hij geschreven dat ze hun kop in het zand steken bij gevaar en dat ze hun eieren uitbroeden door er streng naar te kijken. Keizer heeft in de Bellogallic een hele bizarre passage. Als je over Germania schrijft, daar wonen herten, denk ik, of elanden met maar 2 of 3 poten. En als die willen slapen, leunen die tegen een boom. En als je die wil vangen, duwt je die omver. Dat was een hele rare... Ja, die hadden zoiets van... Die hadden geen knieën, dus die konden hun poten niet plooien. Zoiets. Ja. En als je die wou vangen, dan moest je gewoon die boom... half doorzagen. Als die dan daartegen ging leunen, dan viel die boom om en dan had je die beesten. Dat was een hele raar etnografisch ding dat hij plots mee afkwam. Waarschijnlijk omdat er weinig succes was geboekt in Germania. Van oei, ik moet hier nog 200 tekens hebben. En de column moet nog af. De column is niet lang genoeg. Ik zal iets verzinnen over elanden zonder knieën. Dus Bello Gallico van Keizer. En dan de redenvoeringen van... Nu de Catilinarische redenvoering. Ben ik nu toevallig aan het lezen van Cicero. Eigenlijk Catilina die een staatsgreep wou plegen en hij die als consul. Welke periode? Rond 60 voor Christus, 50. Ja, het zal zoiets zijn. Zoiets 50 voor Christus. Voor keizer nog? Tijdens keizer. Eigenlijk keizer wordt ook van verdacht om samen te heulen met Catilina. Die verdenking had hij op zich. Dus het zijn tijdsgenoten. En Cicero doet dan de redenvoeringen om tegen Catilina in te om te zeggen, we hebben nu door, maak dat je weg bent. Er was daar ook een die immens vasthing aan... de correcte Romeinse moraal. Dat was Cato. De Cato die constant... De oudere en de jongere. De jongere. De oudere was van Carthage moet vernietigd worden en de jongere was heel... Tijdens Keizer. Conservatief, traditionalistisch. Ja. We moeten alles doen zoals het enige wat, is door de voorouders. Wat Cato zo een beetje deed, wat een beetje buitensporig was, dat was zuipen. Ja. Maar de rest was die helemaal... Dus eigenlijk... helemaal in de regel met hoe dat het de Romeinse waarden moesten zijn. Alleen kon die ongelooflijk zuipen. Dronkenschap en conservatisme. We hebben net zo mooie combinatie. We hebben het halve politieke landschap omschreven in 2 woorden. Nog auteurs, Plinius? Ja, Plinius wel. Ja. Het is, je schrijft over alle natuurfenomenen. En over dingen. De dood van zijn Plinius de ouder van zijn oom, die admiraal was, die eigenlijk een reddingsactie op poten wou zetten naar Pompeii. Yes. Dat is waan. Dat is en zo zelf cool. Willen gaan dat kijken ook. Hè? Die was Plinius de ouder is gestorven in Op het strand. Maar er is toch in de podcast sprake geweest dat ze zijn skelet hebben gevonden waarschijnlijk. Dat is de kwakgeschiedenis daar om de hoek. En dat is wat ik weet dat jij haat en wat wij vroeger ook haatten. En waarom dat de National Geographic parodieën soms gekomen zijn van hier moet een bal gezeten hebben. Dat soort kul. En dat is hetgeen dat Jona Lendering ook wil tegenin gaan. Journalisten checken dat niet. En je moet altijd oudste, grootste, spectaculairste en bekendste zijn. Dat is het moment dat ik echt... En mensen haken af. En dat zijn punten op zijn blog ook van Jona Lendering. Namelijk, je wil weten waarom. Het is een wetenschap, maar ze doen foute conclusies. En je denkt van nee, het klopt niet. Het kan niet kloppen. Ja. En ze geven geen uitleg bij. En waardoor je alles wegvaagt van geschiedenis. Sepultura, was hem dat? De vermeende vader? Pantera. Dat is kwakgeschiedenis. De vermeende vader van Jezus. Dat Pantera-verhaal, dat was voor mij de moment dat ik dacht van... Laat het. Op welke manier concluderen jullie dat? Dus waar komt het op neer? De theorie van, goed, er wordt daar een jonge vrouw zwanger in wat vandaag Israël is. En die zegt dat dat van een godheid is, maar dat is hoogstwaarschijnlijk van een Romeinse soldaat en door dat taboe. En dan vinden ze... een graf in Duitsland van een zekere Pantera.
En ze zien, denk ik, in de geschiedenis van dat legioen... Of ja, ik gebruik de naam weer verkeerd. Van die groep soldaten, ik zal het zo zeggen. Zien ze, die waren de periode dat Maria bevallen is... Te veel veronderstellingen in één keer. Ja, dus de periode de premis klopt al niet. De periode dat Maria bevallen is, was die groep soldaten... ook in Israël, dan zou theoretisch die Pantera de vader van Jezus kunnen geweest zijn. Met als gevolg, wat verschijnt er in de krant? De vader van Jezus is gevonden en hij heet de Pantera. Ja, ja dat is zo de... Ja, ja, en dat is heel vervelend. En waardoor dat je gewoon ook een degoe krijgt van geschiedenis. Omdat je de ding van... Leg me ook wel uit waarom dat je conclusie maakt. Zelf bij dingen die echt zijn. De mensen willen dat weten. En het is alleen maar roepen en toeteren en heel spectaculaire dingen. Waardoor niemand nog geïnteresseerd is. Omdat je denkt, het is toch allemaal bullshit. Ja. En dat vond ik dan bij het... De schedel van Plinius dan, tussen aanhalingstekens... Wat jij dan daarstraks zei, van geschiedenis is een wetenschap. Hè? Dus daar zeggen die onderzoekers zelfs... We zijn daar niet zeker van, maar... We hebben dan radio-isotopenanalyse laten doen van de tanden... En je zou dan uit de streek van Como afkomstig zijn... Waar Plinius geboren is. En daar waren dan andere mensen bij, blablabla. Bla, bla. Dus ze zeggen dan, oké... Okay, de waarschijnlijkheid wordt al een beetje groter, maar dat wil niet zeggen dat hem dat is. Hè? Ja, ja. Dus eigenlijk... dat vind ik dan wel oké. Daar kan ik mij zeker in vinden. Maar dat verschijnt niet in de krant. Nee. Skelet... ouderen gevonden. Ja, voilà, ja. Dat is het. Ja. Ik weet nog dat we zeiden van... Peter, er is hier een nieuwsbericht. De overblijfsel van Plinius de Ouder. Publication bias of the maat. De overblijfsel van Plinius de Ouder zouden gevonden. Ik geloof dat jij toen gezegd hebt... Wat? Weer al of wat? Elk skelet met het juiste harnas aan dat boven komt in die regio, maar... zeggen ze... We hebben hem, het is Plinius. Ja, maar goed. Daar was het wel een aantal punten die wel overeenkwamen. Het was op een strand voor Herculaneum. Juist de juiste harnas die aan. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij daar niet is... gerepatrieerd. Ik denk dat dan ook... Die slaven hebben dat verslag aan Plinius de Jonger gedaan. Heeft dat volledig beschreven. Die is volgens mij toch gewoon weggehaald en gecremeerd, zoals de gewoonte was. Er was wel een vulkaan aan het uitbarsten. Dat zet de logistiek soms Er zijn ook getuigenverslagen. Er moet toch iemand teruggekomen zijn om dat tegen Plinius de Jongere te zeggen? Want die was er niet bij. Ja, okay. Die zat dan aan de overkant. Hè. De vertaalde werken daarvan kun je gewoon lezen. En dan krijg je een ooggetuigenverslag van de vulkaanuitbarsting. Ja, enorm fascinerend. Ja, absoluut. Ja. Ook daar het ding van, je denkt, dan is die vulkaan uitgebarsten. Er is daar lava overgekomen of puimsteen, of hoe dat ook technisch juist zit. En dan is iedereen dat vergeten en in de 18e eeuw graven we dat op. Dat is niet waar. Ik denk dat onder Titus waarschijnlijk was en daar reddingsacties nog gebeurd. Ja. Nog proberen bergen, bergingsacties. Dus er is ook wel... En ook, dat is niet... Fuck, de vulkaan en alles is in de tijd bevroren. Er waren ook heel veel mensen die aan het vluchten waren. Vandaar dat ook heel van die huizen leeg zijn ook. Ja. Dat er belangrijke dingen werden meegenomen. Dat is allemaal iets complexer dan zo'n ding van... Leven staat stil en 2000 jaar later vinden we dat terug. Ik kan me voorstellen dat in de jaren daarna, na die uitbarsting... Dan komen daar waarschijnlijk wel nieuwe gemeenschappen op. Hè? Want er is ook een modern Pompeje. Dus dat gaat ook niet zomaar ineens in de 20e of in de 19e of in de 18e eeuw daar maar ineens komen. Hè? Dat zijn ook gemeenschappen die daarna terug ontstaan op de plaats waar dat het vroeger was. Hè? Ja, en er zijn ook tunnels van rovers uit die periode. We gaan daar graven, want daar zit gewoon rijkdom in die huizen. Heb jij ooit een vraag gehad in De Slimste Mens? Bart de Wever zat ook in dezelfde aflevering. En er werd een fragment voorgelezen en jij wist welke schrijver dat was. Ja, en toen heb ik de bewondering gekregen van Bart de Wever. Klopt, ja. Maar weet je nog niet per se naar hengel eigenlijk. Maar weet je nog welke schrijver dat was? Nee, ik denk dat Marcus Aurelius was. Ah ja, oké. Okay. Ja, dus de keizer die zelf een filosofische werk schreef. Heel genuanceerd werk. Dat nog altijd gelezen wordt. Ja. Wat ook heel interessant is, vind ik ook. Marcus Aurelius vind ik wel... Maar ik heb niet alles van hem gelezen, maar... Ja, het was een echte filosoof. Die kerel zat eigenlijk niet graag op de troon. Hè. Die wou daar eigenlijk niet echt zijn. Nee, dat vind ik altijd intrigerende figuren. Zo van die machthebbers tegen wil en dank. Dat heeft wel iets, vind ik. Ja, dat is ook, omdat dat ook een kutjob is, zo'n keizer. Maar dat is ja, zeker Plinius schrijft met Trajanus, denk ik. Ja. En dat is ook zo, wat moet ik hier doen met die christen? En die Trajanus moet ook zitten van, hey, dude, jongen, allez, ik stuur je naar daar. Ja, die Plinius was eigenlijk wel zo'n scheidbrust. Die durfde geen beslissingen nemen. Dus en dan schreef hij persoonlijk naar de keizer. Zo van, ja, maar met die christenen, wat moet ik hier nu? Hè? En dat Trajanus dan zo zegt, gast, kom maar. Laat het zo. Ik heb genoeg aan mijn kop. Mis. Ja. Wat ik ook wel interessant vind, is Vitruvius. Dat is een ingenieur. En dan die beschrijft dan hoe je katapulten en zo moet bouwen. Dat vind ik ook wel. Of belegeringstechnieken en zo van. De Vitruvius-man?
Ja, dat is daar, ik weet niet of die daarop gebaseerd is. Hij wordt zo wel genoemd. Dat maar Vitruvius was een Romeinse ingenieur, militaire ingenieur. Ja, die, En die heeft ook dingen geschreven die je kunt lezen in vertaling dan? Ja, okay. Ik heb het boekje geleerd thuis tegen. Ja. Ik ontval me nu eigenlijk een auteur, de kok, de Reco Quinaria. Apicius. Ja, die heb ik gekocht en al een paar keer gedaan. Het is moeilijk. Het is een receptenboek. Ja. Het zijn eerder boodschappenlijsjes, want er staan geen hoeveelheden bij. Nee. Maar je hebt dan koeienuieren en zo, werd gegeten. Ja, je kunt inderdaad de meest extreme dingen, maar hakballen en zo, wel allemaal lekker. Ik heb eens Romeins lam gemaakt met munt. Dus natuurlijk, het is een beetje een interpretatie, want... Er zijn dan reenactors bij wijze van spreken, of voedselarcheologen bij wijze van spreken, die dan proberen te bepalen wat de verhoudingen zijn. En dan zijn er wel recepten, maar bij Apicius is het ook gewoon... Is het gewoon een boodschappenlijstje? Als je dat wil maken, dat zijn de ingrediënten. Go. Doe het een bitje vandaan, doe het wat vandaan, doe het wat vandaan. En dan trekt je wel plannen. Hè. Ja. We hebben het constant over vertalingen. Heb iemand van ons nog in het Latijn gelezen na het middelbaar? Wat ik mij bezig mee heb gehouden, ook een keer in een verloren zomer, is mijn grafschriften te leren lezen. Ja. Vreselijk moeilijk. Constant afkortingen. Ja, heel veel. Maar het veel staande uitdrukkingen die er altijd wel terugkomen. En na een tijd is dat wel tof als je in een museum bent. Ja. Want dat zijn gewoon allemaal van die stijlen, die grafstenen, waar teksten op staan. En ik probeer dan altijd eerst zelf een beetje te vertalen en dan naar de vertaling te kijken. Ik ben echt een Ik doe net hetzelfde. Ik heb ook al, kom alles eruit. Ik heb ook al... meegedaan aan een reenactment dat ik zat te eten in een toga. Er zijn foto's van Xander de Rijken die een keer online geplaatst, de rotzak. Mijn Lego-tempel was niet mijn laatste tempel, lieve. Ik heb er nu op mijn zolder in staan in Playmobil. Playmobil heeft geen Romeinse tempels, ik wel. Dus ik koop stukken Playmobil van villa's en huizen en zuilekes en dan maak ik dan Romeinse tempels mee. Is veel te groot ook, moet eens komen kijken. Die ook zo goed mogelijk moet kloppen. Hey, stuur eens een foto. Ik heb hem bij, het enige wat ik deed was Romeinse kampen bouwen. Dat deed ik. En ik had, leven zegt... Ja, nee. Dus ik had zo van die Airfix-mannetjes. Ken je dat nog? Zo, nee. Vroeger was dat een merk, Airfix. En die maakte schaalmodellen van legers, van militaire dingen. Dus tanks, maar ook soldaten. Van elke... Plastieke soldaatjes had ik ook, maar nooit van de Romein. Ja, ik wel. Ik had alleen maar de Romein en de Galliërs. Dat vond ik ook iets heel boeiend aan die oorlogsvoering van die Romeinse legers. Dat die half bouwvakker waren. Dat die ergens toekwamen en gewoon op een paar dagen... opzetten, hè? Ja, op een legioensoldaat, was alles, hè. Die moest alles kunnen, hè. Dat waren bouwvakkers, dat waren ingenieurs, dat waren... Dus die houten forten, die ik zo in mijn kop heb, dat die echt op een paar dagen opgebouwd werden? Op een paar uur, hè. Is het echt? Een houten fort nu niet, maar een standaard legerkamp... dat werd gebouwd tijdens de veldtocht. Dat was op een paar uur op, hè. Dat was een gracht, een wal, staken erop en klaar. Maar dat die ook bij het doortrekken, dus dat die ergens toekwamen, een fort bouwden en dan gewoon 's morgens opstaan, fort afbreken en verder. Want dan zit de vijand het, hè. Ah ja. Ja, dat is eigenlijk waanzin. Je moet dat niet laten staan, hè. Dat is wel een goeie cadeau. Hè. Half bouwvakker. Ja, breekt dat gewoon af. Hè. Ja, voilà. En dat hij dan ook, als ze een stad belegerden, dat hij daar een muur kon rondzetten. Zo even, in dingen in Israël, in... het ontgaat mij. Masada. Waanzin. Dat is echt cool. En dan zo een... Dat is een hoogtebeurt, waar de Joden zich dan uiteindelijk verschansten toen dat ze finaal door de Romeinen werden in de pan gehakt. En... als je daarboven staat, ik weet niet hoe hoog dat is, zie je beneden, omdat in de woestijn is zodanig goed bewaard, nog de omtrekken van die kampen van de Romeinen die daar zaten. En de helling, waar dat ze uiteindelijk de aanvalstorens op laten rijden hebben, uiteindelijk Masada te laten vallen, is daar ook nog. Dat is, we kunnen niet harder de Pompeii misschien en dan daarnaast raakt je die geschiedenis aan. Waanzin. Beschrijf je nu een beetje waarom dat je naar een Romeinse steen moet gaan als die in de buurt is? Net voor dat gevoel van... Dat gevoel heb ik ook met ene steen. Ja, ja. Minder extreem, maar een notie van dat gevoel zit daarin. En de eerste keer dat ik in Pompeji was, stapte ik uit de stad. En er is een weg die dan naar de Villa dei Misterii gaat. Ja. En op die weg lopen... was voor mij zo'n fascinerend gevoel van... fuck, ik ben nu in een Romeinse stad. Ik ben nu een Romeinse provinciaal. En ik loop hier, zodat ze hier vroeger hebben gelopen, die stad uit. En dat is zo'n overweldigend gevoel. En dat ik met die Masada en bij Pompeji... en
een lichtere light dosis vorm met een steen met gras over. De bemoste steen. Ik heb daar een dubbel gevoel bij bijvoorbeeld een stad als Xanten. Want daar hebben ze een deel van die dingen gereconstrueerd. Die hebben ze dus op de plaats waar die hebben gestaan, dus een stuk van de muur, een stuk van het amfitheater. Ze hebben daar een herberg en die hebben ze volledig opgebouwd zoals die normaal eruit zou gezien hebben, op de funderingen die ze hebben opgegraven. En aan de ene kant heb je dan echt zo van, ja, dan staat het er echt op. Hè. Dan is hem helemaal gaaf, die toren en die herberg. Maar aan de andere kant voelt het dan ook weer niet meer zo echt aan. Het is dan weer... Ja, dat voelde ik een amateuristisch uit. Vaak, voelt het ook aan. Ja, okay. Ja, het ziet er te veel cinema uit dan ook. Maar het blijft cool. En als je dan daar zijt en je ziet dan zo een militaire parade van die gasten van de Ermine Street Guard passeren, dan is het... Ja, en eigenlijk in veel Franse steden en veel Spaanse steden en veel Italiaanse steden, je kunt altijd een vrij goed, heel vaak een vrij goed amfitheater vinden. Ja. Ook altijd heel leuk, met kinderen ook. Of theaters gewoon. Of theaters, en die zijn vaak ook heel goed bewaard. Ja, zeer. Dat is heel fascinerend ook. Dat vind ik ook, Oké, ik zit me nu af te vragen, wat hebben we nu eigenlijk gedaan vandaag? We hebben, denk ik, een te grote periode en te groot cultureel gegeven op korte tijd willen bespreken. Maar we willen daar vooral enthousiast over zijn. Ik hoop dat dat gelukt is. Ik heb al eens ruzie gemaakt ooit met de Latinisten. Maar goed, dat staat daar voor mij los van. De studie van het Latijn in het middelbaar, daar heeft elk zijn mening over. Ik vind dat er twee goede redenen zijn om Latijn te studeren. En dat is één, je wilt echt bronnenonderzoek doen naar die periode. Vind ik een fantastische reden. Ja. En de tweede reden is, ik doe dat graag. Want ik doe dat graag is voor mij altijd genoeg reden. Ja, tuurlijk. Dat is ook de reden waarom ik het gedaan heb. Ik deed het niet graag. En alles wat daar voor mij bij is... Het doel op zich is vreselijk, maar dat wij niet daardoor aangestoken zijn om die fascinatie te hebben, dat we er heel veel plezier aan beleven, dat vind ik het belangrijkste. Wel, dat is het juist. Voor mij zit de fascinatie in de periode, in de taal niet zo. Moest ik een knopje hebben om Latijn met één klikje in mijn kop te steken, ik zou het waarschijnlijk doen, want dan kun je de bronnen lezen in de originele taal. Voor mij zijn de kostenbaten om Latijn te leren als taal, vind ik eigenlijk dat je toch al bijna academisch bronnenonderzoek moet doen om de tijd te verantwoorden die je erin steekt. Dat is persoonlijke ervaring. Dat is waar. Als het als doel op zich is, en je moet zeker Latijnse doen omdat je... Het excuus om je moet Latijn doen omdat als je geneeskunde gaat leren of zoiets... Dat vind ik nu echt geen argument. Nee, absoluut niet. Absolute bullshit. Ga je de mopjes in Asterix en Obelix snappen, vind ik ook niet echt een argument. Nee. Er zijn weinig argumenten. Er zijn zeer... Ik vind dan die, je wilt klassieke filologie gaan doen. Tuurlijk, of je wilt archeologie en de Romeinen en de Grieken interesseren nu. Of je doet het graag. Ik denk dat je daar volledig... Ik volg je daar volledig in. Ja. Ja, je gaat dan rapper Frans leren. Ja, leert dan Frans. Kom. Het enige wat ik heb opgestoken... maar goed, dat is ook weer heel persoonlijk en heel arbitrair. Ik heb wel geleerd om hele moeilijke zinsconstructies wel uit elkaar te rafelen. Ook in andere talen. Dat leer je wel, dat is een bepaalde techniek. Ja. Maar dat kun je met een andere taal ook. Ik bedoel, dat kun je ook zo leren. Daar hoef je geen Latijn voor te kunnen. Ik denk ook dat de analytische en zo, dat wordt getraind. Maar dat wordt met wiskunde ook getraind. En dat is misschien pragmatisch nuttiger dan Latijn. Ja, absoluut. Ik heb daar alleen maar goede woorden over. Jij hebt het heel graag gedaan ook, hè? Ik heb dat heel graag gedaan. En ik... inderdaad, dat is geen argument om te zeggen... Ik heb veel... Mijn taalgevoel is al vrij sterk en wordt daardoor nog veel sterker. Mijn Duits ging veel vlotter, omdat ik mijn... Maar ja, inderdaad, kun je ook zeggen, leer dan Duits. Maar het is geen argument om het per se te gaan doen, maar dat is wel... Goede dingen aan over. Ik heb Italiaans geleerd, moeiteloos, omdat ik Latijn kan. Dus voor mij is dat heel nuttig geweest. Los van Latijn, het ging ons hier de voorbije 2 uur veel meer over de periode zelf. Het gaat hem voor mij over beleving. Het gaat hem over geschiedenisbeleving. Gelijk dat Peter en ik, gelijk dat wij in de podcast het meer over wetenschapsbeleving hebben dan over het verslaggeven zelf. Voor mij is die beleving nieuw. Ik heb eigenlijk nooit echt iets gehad met geschiedenis tot als ik aan die Dan Carlin... Ja, het is zot dat je in één keer zo'n medestander geworden bent. Ja. Dat is ook de volledige verdienste van de storytelling van die mens. En hetgeen dat ik zei in het begin... Ik heb iemand nodig gehad, een Dan Carlin, die het enorme bronnenonderzoek zelf ging doen en dan zijn fascinatie op de juiste gepassioneerde manier naar mij overbracht. En jullie hebben het op een andere manier gedaan. Namelijk, jullie zijn vanuit een eigen interesse, wat ik dan meer doe met wetenschap, vanuit een eigen interesse die bronnen ingedoken en heb daar zelf... de rijkdom van het verhaal
in ontdekt. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen, en dan jongeren in het bijzonder, zo snel mogelijk geschiedenis in kleur kunnen beleven, mm-hmm, in plaats van in schema's en feitelijkheid. En mm-hmm, ik heb geen zicht op het middelbaar onderwijs van dit moment, maar als het gaat over zo jaartallen en machthebbers, ja, Dan Carlin heeft ook een fantastische aflevering over heel de Persisch-Griekse oorlogen, helemaal in het begin, Battle of Thermopylae, Marathon dan ook. En de manier dat hij daar schrijft ook over die machtsverhoudingen van het gigantisch machtige Perzië en eigenlijk de rebelse grensprovincie Griekenland. Mm-hmm. En dan die 300 Spartanen die dan dat Persische leger tegenhouden in Thermopylae, heeft mij zodanig veel beleving meegegeven. Mijn kinderen kregen nu les over de Spartanen. En ik had de indruk, van op afstand alweer, dat die toch een beetje hetzelfde lijstje moeten leren van... Dat is het probleem. Ze gooiden de kinderen van de rotsen. What's not to like aan geschiedenis? Ja, het zijn verhalen. Als je de Romeinen een beetje op een goede manier leert kennen, je moet van zijn. Je moet... Ja. Dus je moet fan zijn. Het is te cool. Misschien hebben we het zelf nog niet genoeg overgebracht. Maar als leraars vergeet dat inderdaad. Die kaartjes en die dingen gaan dat toch niet. Dat is, ik sla dat zelf over in een boek. Vertel mij een verhaal. Hè. Ik heb een paar keer op Radio 1 iets over Romeinen verteld. En vroegen ze over de Rubicon. Ik krijg nooit zo'n goede reacties als dat ik dat doe. Namelijk een beetje geënthousiasmeerd een verhaal vertellen. Tuurlijk. Dat fascinerend is. What's not to like about Cleopatra? What's not to like? Waarom? Dat zijn van de beste verhalen dat er zijn. Maar dat als je ze gewoon vertelt ze als verhaal en iedereen is mee. Ja, ik heb daar echt zo een van Cleopatra. Voor mij was dat eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, een zeer geïdealiseerde hiërogliftekening. Ik had daar een soort beeld van heel... Dat is een zwart-wit prentje in een oude muffenboek. Maar de moment dat je dan het hele verhaal krijgt van... Ah ja, die was eigenlijk ook maar een pion in de machtsstrijd die het heel slim gespeeld heeft, maar die eigenlijk... Ze sprak 7 talen, je kunt daar afbeeldingen zien. Als je de keer daarin induikt, en dat worden echte mensen, en dat wordt echt een plot. Mensen kijken constant Netflix, hè. Dat is Netflix. Dat is absoluut waar. En ik denk dat we het zo misschien wel kunnen samenvatten wat deze podcast hopelijk kan bereiken. Als je weinig tijd hebt, zoals ik, maar je wilt wel echt een keer meegesleurd worden en gebeten worden door die periode, kies dan die Dan Carlin podcast. Is het echt wel reclame? Maar ik ben... Of HBO Rome. Zeker het eerste seizoen. Ja. Ja. Het tweede seizoen is, vond ik iets minder, maar het eerste seizoen is echt wel heel goed. Ja. Voilà. Maar dus, dat is voor mijn standpunt vanuit ons drie eigenlijk de snackbar versie, eigenlijk de Bicky Burger versie, maar wel kwalitatief van wat het was. Ja. En bij jullie is het meer van, oké, als je nu echt gebeten bent en je wilt nu echt een keer Romeinen nerd worden, dan gaan wij de leeslijst online zetten bij de show notes. Ik zal eens kijken. Ik heb nog zo die mannen gefilmd, die van de Ermine Street Guard met hun op de... Ik ga dat daarbij zetten. Voilà. Als alles goed gaat, dan zetten we daar een filmpje bij van de reenactors die Peter gefilmd heeft. Ja. En uiteraard en een Playmobil-tempel. En een foto van de Lego-tempel op vakantie en de Playmobil-tempel misschien op mijn zolder. Ook met een kort verslag erbij van welke precieze details dat er misschien allemaal... Misschien of ik mijn Fix mannetjes. Maar daar deed ik... In plaats van te studeren was ik die aan het schilderen. Hè. Ah ja, oké. Ja. Ben nuttig bezig hoor. Het gaat over Latijn. Mama. Zelfs met één haar, zelfs de zweepslag sporen op de slaven hun rug zo getekend. Ook voor detail, hè. Ja, met een sardonisch genoegen waarschijnlijk. Mm. Kleine Peter zit weer te grinniken op zijn kamer. Haha. Is weer slaven aan het mishandelen. Ja. Oké, voilà. Dan dank ik jullie allemaal hartelijk om te luisteren tot hier. We hebben een beetje enthousiasme gedeeld. Hè. Dit keer met Jelle de Beulen en Peter Berks over de Romeinen. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Joep.